een hele goede avond. Namens de Bali een hartelijk welkom bij het programma Van Standbeeld naar Schandpaal. Een samenwerking van de Bali met beeldend kunstenaar Hans van Houwelingen, die hierover vorig jaar in september een stuk schreef in het NRC. Mijn naam is Nat Muller, aan mij de eer jullie gastvrouw vandaag te zijn en gesprekleider. Het zal u de afgelopen tijd wellicht niet ontgaan zijn dat er veel te doen is over hoe in Nederland met het koloniale verleden wordt omgegaan. Wordt soms van een ware cultuurstrijd gesproken, waarin musea, culturele instellingen, straatnamen, stambeelden en monumenten zich in het heetst van de strijd bevinden. Verhitte discussies over identiteit, over het uitwissen van nationale geschiedenis, over een beeldenstorm zelfs, maar vooral ook over blinde vlekken in het Nederlandse historisch besef, over het koloniale bloedvergieten en koloniaal leed, over verantwoordelijkheden die wel of niet genomen zijn en over geïnstitutionaliseerd racisme en discriminatie. Wat moet je dan met die standbeelden en die monumenten vandaag de dag? In de openbare ruimte. Van die controversiële en vaak gewelddadige figuren. Laat je ze staan, probeer ze te contextualiseren of haal je ze weg. En wat betekent weghalen of laten staan in een specifiek Nederlandse context van historisch bewustzijn en kennis nogal te wensen overlaat? Wat is de specifieke rol en betekenis van die monumenten en wie maakt dan uit? Hoe functioneren deze beelden vandaag in de openbare ruimte? Wat of wie representeren ze? Wat of wie representeren ze niet? Kunnen we in deze discussie überhaupt hebben over een gedeelde of een collectieve geschiedenis? Is het mogelijk, zoals Hans van Houwelingen in zijn stuk bepleit, om van een standbeeld een schandpaal te maken? Kunnen we op een andere manier naar deze beelden kijken? En zo ja, met welke blik kijken we dan? Kan een monument tegelijkertijd polariseren, maar ook verbinden? Is er ruimte voor gelaagdheid en voor de verbeelding? Dit alles en nog veel meer vanavond. En wel aan de hand van een concrete casus, namelijk het Van Heuts monument op het Olympiaplein in Amsterdam-Zuid. En eigenlijk moet ik het sinds 2001 het monument Nederland-Indië noemen. Een monument heeft een bewogen geschiedenis, zoals Van Heuts ook een bewogen en controversiële figuur is. Daarover zullen we straks veel meer horen. Een aantal kleine huishoudelijke mededelingen voordat we van start gaan. Dit programma wordt live gestreamd, dus na het rondetafeldebat is er volle gelegenheid tot het stellen van vragen en reacties. Dan ook graag in de microfoon, zodat de mensen die de stream bekijken ook u kunnen horen. We beginnen eerst met twee korte lezingen van Philan van der Loo en Hans van Houwelingen. Dus gevolgd door een ronde tafel, of het is meer een pentagon eigenlijk. Een gesprek met een gemêleerd gezelschap van academici, onderzoekers, activisten en kenners. Specifiek over de rol van monumenten in het koloniale verleden en dan ook over dit monument van Heuts. Dan, without further ado, wil ik graag de eerste twee sprekers aan jullie voorstellen. De eerste spreker is Philan van der Loo. Zij is schrijver en onderzoeker, vooral op het gebied van Nederlands-Indië. Zij is geaffilieerd aan het Koninklijk Instituut van Taal, Land en Volkenkunde in Leiden en gastonderzoeker bij Museum Brombeek in Arnhem. Momenteel werkt zij aan een biografie van Van Heuts. Het is vaak zo dat als wij over deze historische figuren praten, we echt niet helemaal precies weten wie zij zijn of wat zij hebben gedaan. En Philan zal dit aan ons uitleggen, wie Van Heuts is, hoe hij in zijn tijd gezien werd en hoe wij misschien vandaag de dag naar hem kunnen kijken. Gevolgd is beeldend kunstenaar Hans van Houweling, dus ook mede-initiatiefnemer van dit programma. In zijn werk zoekt hij voornamelijk naar de snijvlakken tussen kunst, politiek en ideologie. En dat doet hij ook door interventies in de openbare ruimte, door monumenten en sculpturen. En in zijn lezing zal hij dus zijn, wat sommigen een provocatieve stelling noemen, uiteenzetten of we van deze standbeelden een schandpaal kunnen maken. Ik wil graag nu Philan van der Loo welkom heten. Applaus graag. Geachte dames en heren,
Enkele dagen geleden ontving ik een e-mail naar aanleiding van dit debat. Een paar regels ervan wil ik aan u voorlezen. Ga niet met een kruiwagen vol spitshondigheden een lezing houden over deze man, die als instrument van de politiek niets anders deed dan Hitler voor zijn volk, namelijk levensraum zoeken, en die alles wat hem tegenhield vernietigde. Einde citaat. De rest van de mail had een vergelijkbare toon. De toon is mij niet vreemd. Zo is het maatschappelijk debat vaak. En vergelijkbare opmerkingen zijn ook op social media gemaakt. Ik ben ook al uitgescholden voor Wieland von Hoyts. Zo heet ik niet. Maar met een dergelijk standpunt zijn er twee mogelijkheden. Ten eerste, we gaan vanavond om het hardst roepen hoe verschrikkelijk Van Heuts was. Een schoft, een schurk, een beest, een Hitler. En dan besluiten we nog erbij dat alle standbeelden moeten afgebroken worden, alle straten anders moeten heten en dat de naam van Van Heuts nooit meer mag klinken. Een collectieve verbanding, radicaal schrappen, klaar. Dat is de shortcut. Tweede mogelijkheid. We overwegen wat de waarde is van Van Heuts. We onderzoeken het verleden en wat hem interessant maakt. In de persoon van Van Heuts manifesteert zich een belangrijke laatste fase van koloniale staatsvorming aan het eind van de 19e en begin van de 20e eeuw. En via zijn leven, via zijn biografie, kunnen we proberen de Nederlandse kolonie in Indië te begrijpen. En dat begrijpen gaat door na zijn dood, want dan vooral wordt hij tot held gemaakt. En welk doel diende dat? Zeker niet zijn eigen doel. Want u ziet het, de woorden uit een brief van Van Heuts zelf, eer bewijzen, laten mij absoluut koud. Zijn mij zelfs niet aangenaam. Hij schrijft het in 1908 aan een politicus in Den Haag. Van Heuts wil geen eer bewijzen. Hij heeft liever een hogere rang, want dat levert hem inkomsten op. En inkomsten heeft hij hard nodig als vader van 6 kinderen. Daarmee heeft u al iets van de man gehoord. Hij is pragmatisch. Dat is hij in meerdere opzichten, ook als het om oorlog voeren gaat. En daarmee ben ik op een lastig punt gekomen. Hoe anders wij vandaag de dag denken over kolonialisme dan in de tijd van Van Heuts. Voor ons is het een absurd idee, een krijgsmacht naar een land sturen of in dat land zelf een krijgsmacht ontwikkelen en dan met geweld de macht overnemen en veel nemen en weinig geven. En dan op enig moment zeggen dat als rechtvaardiging van je aanwezigheid dat je de beschaving kon brengen. Dat is onze koloniale geschiedenis. Complex, vol tegenstrijdigheden en vaak even fascinerend als afschuwelijk. En dat geldt zeker voor de periode van Van Heuts, dat Nederlandse imperialisme. De zucht naar uitbreiding van het grondgebied, de zucht naar kolonisatie, waar Nederland moest en zou meedoen, ondanks de beperkte middelen aan mankracht en budget. De wereld was gewelddadiger dan nu. In 1898 ondertekende koningin regentes Emma de wet op de persoonlijke dienstplicht. Het betekende dat elke jonge man bij de krijgsmacht betrokken kon worden. Nederland werd sterker dan daarvoor, een militaire natie. En dat had ook te maken met de persoonlijke invloed van Emma en vanaf haar inhuldiging in 1898 koningin Wilhelmina. Zij werd ingehuldigd als jonge vrouw van 18 jaar. Vooral Emma had een sterke visie op wat Nederland nodig had om een samenhangende, goede, krachtige natie te worden. Met daar ging het uiteindelijk om, het was zelfbelang, een krachtig koningshuis waarin haar dochter Wilhelmina een stralende rol zou gaan vervullen. En dat was Emma en later ook Wilhelmina die begreep dat een natie helden nodig heeft. Bij voorkeur militaire helden. Het type van de Pruis, doortastend van karakter. Iemand die een strijd kan winnen. U weet, Pruisen is dan
een sterk groeiende militaire natie. Een militaire man is niet het type man dat gedichten schrijft over ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Of die stille krachten hoort aandonzen in de vechten. Het is een ander soort man dat in deze tijd hard nodig is. Een man die een held kan zijn, wil zijn. Als voorbeeld ter navolging. Als rolmodel. Als bindmiddel voor een sterk koninkrijk der Nederlanden. En dat is dus de eerste reden waarom Van Heuts destijds zo'n snelle opkomst maakte. Hij had zijn tijd mee. Er waren helden nodig. En er waren zeker helden nodig over zee in de kolonie. En in het bijzonder in Atje. Mijn biografie van Van Heuts verschijnt in 2020. Ja, het is een lange tijd, maar ik heb ontzettend veel te doen. Er zijn ontzettend veel primaire bronnen. Alleen al de honderden brieven van Van Heuts liggen versplinterd over verschillende archieven. Ik wil ze allemaal zien. En ik prijs mij gelukkig dat ik in bruikleen heb het familiearchief van de familie Van Heuts. En ook daarmee kan ik de biografie schrijven die ik voor ogen heb. Van Heuts als factor in de koloniale staatsformatie. Over de gewelddadigheid van de expansie. Zijn rol in de ethische politiek. En de functie die hij na zijn dood kreeg toebedeeld in de imperialistische dromen van Nederland. In mijn biografie volg ik zijn perspectief. Zodat zijn beslissingen inzichtelijk worden. Het is werk in voortgang. Ik weet dus nog lang niet alles. En dat ik toch ja heb gezegd op de uitnodiging hier te komen spreken, heeft als reden dat ik verheugd ben voor de belangstelling van Van Heuts. En dat ik hoop iets bij te dragen. Wilt u de voortgang van de biografie blijven worden, dan is het de website Van Heuts met mijn nieuwsbrief die ik Veldpost heb genoemd. Kunt u abonneren. Vandaag de dag is de naam Van Heuts algemeen verguisd. Er is geen militair in de Nederlandse geschiedenis die zo verafschuwd is en in gelijke mate zo vereerd is als Van Heuts. Er is een Van Heuts emotie, een soort Van Heuts hysterie met beurtelings adoreren en verguizen. Daar zal ik geleidelijk iets meer over zeggen. Eerst het grote pijnpunt. Atje. Waar Van Heuts zijn naam maakte. Met Atje is het gebied Noord-Sumatra waar met ingang van 1873 een koloniale oorlog woedde. Atje bevatte bodemschatten. Nederland wilde die bodemschatten. Maar Atje bevatte ook inwoners die zich sterk verzetten en die zich niet van plan waren over te geven. Hier arriveert Van Heuts. En hij zal in de oorlog zijn carrière maken. In het gevecht, tijdens de expedities. Expeditie klinkt in onze woorden onschuldig. Maar het is een ander woord in de context van een koloniale oorlog. Tot op de dag van vandaag is de expeditie door de Gayo en Alas landen gedurende 1896 omstreden. Door het hoge aantal doden dat er viel aan Atje's zijde. De ster van Van Heuts steeg. Ik zou haast zeggen, ondanks zichzelf. Van Heuts was direct, kon bot zijn, had een groot gevoel voor humor, maar dat ging ook ten koste van zijn meerdere. Hij schreef één keer over een van zijn oversten dat hij per gebrek aan gewicht omhoog gevallen was. Nou, iedereen lachen is niet goed voor je carrière. Hij publiceerde in het Indisch Militair Tijdschrift een tweedelige essay geheten De onderwerping van Atje. Hierin verklaarde hij bijna alle bevelhebbers van Atje ongeschikt voor hun positie en hij gaf ook zijn eigen sollicitatie af. Het verscheen als brochure die u hier ziet, gratis te downloaden. Vijanden had Van Heuts volop. Vrienden en medestanders iets minder, maar ze waren er wel. Zoals de islamgeleerde Christian Snoek-Hoegonje, die jarenlang zijn belangrijkste adviseur zou zijn. Met Snoek kwam Heuts tot de strategie van de harde verovering, of eufemistisch gezegd de pacificatie. De koloniale macht wilde op hun manier samenwerken met de bevolking. En die samenwerking werd zo nodig op bloedige wijze afgedwongen.
In 1998 werd Van Heut civiel en militair gouverneur van Aceh. In 1904 gaven veel plaatselijke vorsten en sultans zich over aan de Nederlandse macht door het tekenen van de zogeheten Korte Verklaring. In Nederland dacht men dat de Aceh-oorlog voorbij was en dat Van Heut die had gewonnen. Gewonnen! Het staatshoofd sommeerde hem naar Nederland af te reizen. Van Heut voorzag een landelijk eerbetoon en hij wilde niet gehuldigd worden voor een oorlog die in feite nog steeds voortduurde. Hij stuurde zijn adjudant Colijn, de latere minister-president, om de zaak te temperen op de feestelijkheden klein te houden. Het lukte niet. Op 11 juni 1904 arriveerde Van Heut in Nederland en precies datgene gebeurde waar hij een bloedhekel aan had. Tegen zijn zin in werd hij de hele tijd gehuldigd en gewereld als de pacificator van Aceh. Wij zien een extreem knorrige Van Heut. Hij keerde terug naar Indië als gouverneur-generaal met de opdracht zowel te bezuinigen als geheel Indië onder het Nederlands gezag te brengen. Als GG begint hij aan een nieuwe carrière. Hij is bestuurder. Hij wordt pleitbezorger van de ethische politiek gericht op het ontwikkelen van de kolonie en de mensen. Enerzijds blijft er ook die inzet voor geweld. Anderzijds komt er wat je zou noemen een paternalistisch ontwikkelingsmodel, bevoogdend. De jaren als GG brengen hem lof en kritiek. Voor beide afdelingen geef ik een voorbeeld. Eerste kritiek. In zijn eerste jaar als gouverneur-generaal, dus in 1904, neemt Van Heut op eigen initiatief in de roomblankerijen van het binnenlands bestuur een Javaanse man op. Hij wordt benoemd tot aspirant-controleur van het binnenlands bestuur van Java en Madura. De eerste inheemse man die op zo'n gevoelige positie komt. Onmiddellijk na de benoeming ontvangt Van Heut een telegram uit Den Haag. Minister van Koloniale Zaken Idenburg zegt dat niemand hier aan toe is. Indië niet, Nederland niet en dat Van Heut de benoeming moet intrekken. Hij wordt dus stevig op zijn vingers getikt. Er ontstaat een discussie die maandenlang aanhoudt en Van Heut moet inbinden. De benoeming wordt ongedaan gemaakt. Heeft Van Heut heel lang onthouden. Een jaar later botst hij weer met Den Haag. In 1905 schikt hij alweer op eigen initiatief geld aan het wekelijkse tijdschrift Bintang Hindia. Het blad was pro-kolonisator en het was tweetalig en het had een heel groot bereik. In 1904 had het bijvoorbeeld 10.000 abonnees. En het blad had ook financiële moeilijkheden. Van Heut bood een deal aan. Hij zou 20.000 gulden lenen op uiterst gunstige voorwaarden en al voor 8 pagina's te vullen met overheidsinformatie. In Den Haag evenwel besloot de toenmalige minister Fok dat deze subsidie, deze lening, niet acceptabel was. Het Europees prestige werd aangetast door in zo'n blad voor inlanders te gaan staan. En weer moest Van Heut inbinden. Het grootste pijnpunt was en bleef en is nog steeds Aceh, als symbool voor de hoeveelheid militair geweld die door Van Heut gebruikt is. In 1907 en vooral in 1908 ontstaat er in Nederland een debat over mogelijke wreedheden begaan door het KNIL onder verantwoordelijkheid van Van Heut. U hoort een echo van deze tijd. Zijn er oorlogsmisdaden begaan? Er komen stukken in de krant, er komen debatten op regeringsniveau en de positie van Van Heut staat op het spel. Hij moet zich verantwoorden, terwijl niet eens de beschuldigingen even duidelijk zijn, even specifiek. Er wordt ook geroddeld in de wandelgangen en Van Heut is furieus. Moet hij zich verantwoorden tegenover artikelen in de pers die onder pseudoniem zijn gepubliceerd, tegen geroddel in de wandelgangen. Moet hij zich daarop verantwoorden? Ja, er is geen ontkomen aan.
Op 8 juli 1908 schrijft hij een brief op poten naar een politicus in Nederland. Het is een van de meest onthullende brieven die hij schreef en Van Heut schreef veel en graag brieven. Hij citeert hierin de notengeheim van 1903 van Colijn over die vermeende vreedheden. Hij zegt dat hij onderzoek heeft ingesteld, evenals Colijn, en dat de militaire werkelijkheid in Atje een andere is dan die van burgers in Den Haag. Het loopt net goed af in die zin dat Van Heut een jaar kan volmaken. Tot dusver iets van de kritiek. En de lof. Lof over Van Heut. Mag er anno 2018 nog iets goeds over hem gezegd worden? Misschien over zijn steun voor het Dessa-onderwijs, waardoor er een gemeenschappelijke taal ontstond. Misschien over de verbeteringen in bruggen, wegen, gevangenissen, gezondheidszorg, zijn verzet tegen het nog steeds voortbestaan van de slavernij, zijn wens om de inheemse bevolking van de kolonie uit armoede op te heffen, ook natuurlijk omdat ze dan meer belasting konden betalen. Van Heut schrijft er allemaal over. Het is altijd het een en het ander. Het is een complexe periode en ik hoop dat we in staat zijn dat onder ogen te zien. Niet alleen het slechte, maar ook het goede. En daarmee ben ik eigenlijk nu al bij het Van Heut monument in Amsterdam aangekomen. Anno 1935 het grootste monument van Nederland. En daar is een merkwaardige geschiedenis aan vooraf gegaan. Ik zet een stapje terug in de tijd, om precies te zijn naar 1924. In dat jaar is Van Heut een half vergeten generaal. Hij woont in Zwitserland, zoals wel meer mensen met tuberculose. Nederland heeft de handen vol aan zichzelf en aan het groeiende nationalisme in de kolonie. En dan komt 11 juni. Op die dag sterft Van Heut. Hij wordt begraven volgens zijn wensen in het testament, buiten Nederland en in een eenvoudig soldatengraf. Het bericht van zijn dood bereikte Nederland. En dan gebeurt er iets merkwaardigs. Want de regering en de kringen daaromheen hadden het altijd lastig gevonden met die eigenzinnige levende Van Heut om te gaan. Maar een dode Van Heut konden ze aan. En die kon voor Nederland buitengewoon nuttig zijn. En zo geschiedde het dat binnen de kortste keren een comité werd samengesteld van vooraanstaande heren en degenen die dat wilden zijn, met als doel Van Heut in Nederland te eren met een monument. De namenlijst van dit comité zou uitgroeien tot verschillende pagina's. Tot in 1935 heeft het comité vergaderd, contacten met elkaar onderhouden, notulen besproken, opnieuw vergaderd en vooral geld ingezameld bij vooral de Nederlandse bevolking. En Nederland gaf gul en graag. Het duurde dus 11 jaar. Dat is een hele lange tijd voor één monument. Maar er waren verschillende feestelijkheden waarmee het comité in meer of mindere mate te maken had. In 1926 bijvoorbeeld werd aan de Amsterdamse Vijzelstraat het hoofdkantoor van de Nederlandse Handelmaatschappij geopend met bovenaan 3 mannen van betekenis. Koen, Daendels, Van Heut. En het jaar daarna, er gebeurde nog meer, maar neem even een paar dingen. Dan zijn we in 1927, werd Van Heut uit zijn soldatengraf getild per spoor naar Amsterdam gebracht om hier een groots opgezette staatsbegrafenis mee te maken. Het was een feestdag waarvan Amsterdam het middelpunt was. Speciaal voor deze dag werd in Indië een detachement kneelmilitairen samengesteld en verscheept naar Nederland. U ziet ze hier in Chimahi. Zij zouden na de staatsbegrafenis nog zo'n 3 maanden door heel Nederland toeren. Ze werden overal feestelijk onthaald, kregen cadeaus en gingen waarschijnlijk uitgeput en iets wat verbaasd over Nederland terug naar Indië. De Nederlandse regering betaalde dat alles. En als de Nederlandse regering zeer royaal is met geld uitgeven, is dat altijd een puntje van aandacht. Waarom kan er dan nu zoveel geld gespendeerd worden? 40 knielmanschap. Zo'n hele staatsbegrafenis. Ik heb de rekeningen nog niet gezien, maar ik kan me er iets bij voorstellen.
De regering had daar uiteraard een reden voor. Die reden is niet een eerbetoon aan de oude generaal, maar die was liever in zijn graf blijven liggen. De reden was, vermoed ik, een rookgordijn optrekken voor de toestand in de kolonie. Het nationalisme groeide boven de Gaulle. Het strafkamp in Nieuw-Guinea werd geopend, waar de tegenstanders van het koloniale regime ondergebracht werden. Dus die staatsbegrafenis was een rookgordijn. En dat mocht wel wat kosten. Ik wil u daar enkele beelden van laten zien. Hier komt de kist van Van Heuts aan op het Centraal Station Amsterdam. Destijds had je heel veel ridders, militaire Willemsorde. Ze hadden ook verenigingen. Nu hebben we er nog maar een paar. De stoet, u ziet de affuit, de stoet trekt op de dag door de stad. De volledige krijgsmacht was aanwezig. Koning Kluis. U ziet hoe groot het was. Het was een nationaal evenement. Dus voor ons nauwelijks voor te stellen. Op de begraafplaats de Nieuwe Oosten, waar Van Heuts nog steeds ligt. En het mausoleum met daarbij prins Hendrik, echtgenoot van koningin Wilhelmina. En na deze dag ging het comité verder met vergaderen. En in 1935 kwam de ontknoping die wij allemaal kennen. De inhuldiging. Toespraken van generaal Zwart, van Colijn in de nabijheid van Wilhelmina en Juliana. Een grootse gebeurtenis, al bleef er ook veel kritiek. Ik denk, u heeft de beelden gezien van de beschadigingen. Ik weet dat de oudste dochter van Van Heuts, Mathilde van der Weijden van Heuts, elke keer advocaten inschakelde om daar iets van tegen te gaan. De functie van het monument, van dit monument, evenals de staatsbegrafenis, was niet een eerbetoon aan de man die gezegd had dat eerbewijzen hem absoluut koud lieten. En het was zeker niet een eerbetoon aan iemand die per se niet in Nederland begraven wilde worden. De regering had de staatsbegrafenis en het detachement betaald. Het comité zette zich in om de financiering van het monument. En het doel was hetzelfde. Een vertoon van koloniale macht. Van het vasthouden van de belangen in de kolonie. Het ging om het steunen, om het exporteren van het imperialistische ideaal van Nederland. Waarvan Van Heuts vooral na zijn dood het symbool werd. Wat ik merk is dat dit monument en dat koloniale monument, vooral als het met Van Heuts te maken heeft, een grote stimulans zijn voor mensen om vragen te stellen over het verleden. Ze staan er. Je kunt ze niet uit de weg gaan. Ze prikkelen tot meningen en verhalen en tegenspraak en emoties. Ze betrekken mensen bij het verleden beter dan geschiedenislessen of een boek, ik ken mijn plaats, ooit zal kunnen doen. Een monument vraagt om uitleg, om toelichting. We kunnen er platen op aanbrengen met perspectieven die elkaar aanvullen en tegenspreken. Net zoals we dat moeten doen met het koloniale verleden. Het onder ogen zien met alle tegenstrijdigheden die het bevat. En dat maakt het er niet gemakkelijker op, maar wel interessanter. Zeker bij Van Heuts. Die dilemma's uit zijn tijd dwingen ons tot nadenken over ons eigen koloniale verleden. En dat is iets anders dan in schuldgevoel blijven hangen of met emotie of agressie reageren. Nadenken, wikken, wegen. Ik lees nu een handelseditie van een proefschrift. Ah, u ziet hier de grote opening. Dit beeld. De handelseditie van een proefschrift dat de Aceh-oorlog vergelijkt met de militaire missie in Uruzgan. Geschreven Martijn Kitsen, oud-militair. De gemeenschappelijke factor was de samenwerking met de lokale bevolking en de lokale machthebbers, wat ook Van Heuts ambieerde. Vandaar de titel Onder de oorlog, onder de mensen, onder de bevolking. In Aceh was de methode straffen en belonen. In Uruzgan lag de nadruk op belonen. Overigens waren de eerste militairen in Afghanistan afkomstig uit het regiment Van Heuts. Het regiment dat de tradities van het KNIL bewaart en ook het meest gedecoreerde regiment uit krijgsmacht is. Het gaat nu te ver om in te gaan op al die militaire elementen, maar er zijn lessen geleerd uit Aceh, ten goede en ten kwade. Vergeten we die lessen, dan blijven ze onbenut.
Maar daarom moeten we het koloniale verleden onder ogen zien. En wat dat betreft geldt dat zeker voor Van Heuts. Niet blijven hangen in beeldvorming, maar kijken naar de man zelf. Hem niet vereren als held, hem niet vertrappen als schurk. Het is alle twee te eenzijdig. Laten we eerlijk zijn tegenover het verleden en tegenover Van Heuts. Dank u wel. Goedenavond. Voor ik iets ga zeggen, kunt u kijken naar een filmpje. En daarna ga ik met mijn lezing beginnen. Ik heb wel eens een opmerking van een criticus gelezen. Die zei dat de beste manier om iets te vergeten is een monument op te richten. En vaak werkt het natuurlijk ook zo. Als je, je komt heel veel monumenten tegen die, waarvan je denkt, van, je hebt schouder ophalen en denkt van ja, wie het is, ik weet niet, geen idee, het zal allemaal wel. Het is natuurlijk zo dat alle geschiedenis in dat monument zit en het voor jou een reden kan zijn om het niet te hoeven te onthouden. Maar het gekke is dat er altijd situaties zich voordoen waarin er de reden is om een monument weer tot, noem het maar, beeldend voorwerp te maken. Zoals dat hier in dit filmpje is gezien is. Ik heb al heel lang een groot interesse in monumenten omdat het een heel vreemd fenomeen is. Het is iets wat in de openbare ruimte staat. Er zijn allerlei praktische dingen in de openbare ruimte, behalve één ding. En dat wil alleen maar zeggen dat je iets moet denken. Dus er staat iets op straat en dat wil dat je iets denkt. En dan is het natuurlijk ook logisch dat er mensen zijn die vinden dat je iets moet denken. En in dat proces van mensen die iets vinden dat je moet denken en iets wat je denkt, daar spelen zich natuurlijk allerlei processen af spannend zijn, interessant zijn. En daarom denk ik ook dat het idee van een monument, dat het een in de tijd gestolde stuk steen of brons is, niet opgaat. Ik denk dat monumenten zo kneedbaar zijn als wat. Je kon het op het filmpje zien dat het soms letterlijk kneedbaar is. Dat was heel dun brons. Het viel als een soort pudding, viel het in elkaar. En die monumenten die hebben natuurlijk een soort van verhaal. Naarmate het verhaal groter is, ook grotere monumenten oplevert. En naarmate die verhalen weer groot zijn, lopen ze ook het grootste risico om vervolgens weer omver gehaald te worden. Dus die...
die grote mannen met macht, die hebben vaak een heel kort bestaan als monument. Dit is een monument van Hoxha in Tirana, in Albanië. En die wordt hier tijdens de revolutie omvergehaald en heeft nu zijn plek gekregen achter het museum daar. Waar die alsnog een doekje om zich heen gekregen heeft. Die andere communistische leiders niet, maar Hoxha nog wel. Omdat het ook op die plek nog een controversiële figuur is. We hebben natuurlijk de democratie en de vrijheid die groots gevierd moet worden. Dus in 1898, als ik het goed heb, waarin het vrijheidsbeeld is opgericht om de democratie te vieren. En diezelfde democratie die wordt gevierd op het moment dat een land bezet wordt en de democratie daar gebracht moet worden. Dus hier is de overwinning op Saddam Hussein in beeld gebracht door het omverhalen van zijn standbeeld. En er is op dat moment nadrukkelijk gewacht tot de pers erbij was, zodat het ook echt als beeldend moment de wereld in moest gaan. Er zijn natuurlijk andere momenten waarop een gedachte anders wordt, zodat het monument dat een monument ook niet meer zijn recht heeft om te bestaan. Dat is in dit geval de Boeddha's van Bamiyan, waarin je kan zeggen dat er religieuze gronden zijn om van die monumenten af te willen. Dat is hier een plaatje van. Dit zijn de Boys Who Wore the Grey. Dat monument hebben we net gezien. Dat is een monument uit de burgeroorlog, de Amerikaanse burgeroorlog, waarin de confederale staten worden herdacht. En er is nu zeker in Amerika een hele felle strijd waarin de slave era related monuments voor de kiezer krijgen. Dus er is een beweging waarin er gestreden wordt voor bepaalde rechten die zich heel natuurlijk uit in de agressie tegen monumenten. Dit is een monument van Jefferson Davis, dat is de eerste president van de Confederale Staten. Dat monument is uit voorzorg is dat verwijderd. Dit is een foto uit Charlottesville, waar je ongetwijfeld iets van gehoord hebt, waarin General Lee hier beschermd wordt tegen protestanten. En dit beeld is ook uit voorzorg verwijderd. Het gebeurt ook wel eens per ongeluk. Dit is een hoorn waarin de kraanwagen er tegenaan viel. En mensen dachten van nou ja, laat hem dan ook maar af, want het zo'n frisse man was die koe niet. Nou, dit is dezelfde koen in Amsterdam en de beurs van Berlage, waar er nog geen kraan tegenaan is gevallen. En hier gaat Wieboud van zijn sokkel. Dus soms is er ook een ontzettende onnozelheid en dat is in dit geval wat mij betreft het geval. Wieboud was de grote man van de woningbouw voor de gewone man, voor de gewone mensen. En hier wordt hij door krakers omver getrokken. Ik vergelijk dat zelf met een soort van beeld van Johan Cruijff dat door de Ajaxide fans omvergehaald wordt. Nou, dit zijn de meest conventionele manieren om met monumenten om te gaan. Je richt het op om iemand op een voetstuk te zetten en je haalt het vervolgens neer. Als je dat niet meer bevalt, als het idee of als de gedachte niet meer bevalt. Er zijn natuurlijk heel veel andere monumenten, andere manieren om met monumenten om te gaan. Daar wordt het interessanter wat mij betreft. Je ziet hier de zuil van Trajanus. Dus de Trajanus die heeft Dacia veroverd, het huidige Roemenië. Er wordt een waanzinnig mooie zuil voor opgericht waarin in de kolom alle heldhaftige daden van de keizer zijn uitgebeiteld op een prachtige manier. Nou, dus, dit is niet het beeld dat erop stond, maar zo'n soort beeld heeft erop gestaan van Trajanus die de triomf viert over zijn oorlogsdaden. En het lot wil dat toen de Romeinen hun macht verloren en het beeld van Trajanus van de zuil is afgemieterd.
En er een beeld van Petrus is opgezet. Dus vanaf dat moment is Petrus degene die met de verdiensten van Trajanus de wereld doorgaat en zich daarmee verheerlijkt. Nou, iets dergelijks, ik kan ook weer mislukken. Dit is de zuil van Verdomme in Parijs. Daar had Napoleon ooit het beeld van Lodewijk XIV van afgehaald en een beeld van zichzelf als Romeinse keizer opgezet. Maar in de revolutie van maart 1871, was een revolutionaire regering ingesteld. Die heeft overigens maar een maand gezeten. Toen heeft de schilder Courbet, hier de negende van rechts, bedacht om die zuil te vernietigen. En ik vind het op zich wel heel aardig dat het dan een kunstenaar is die met die gedachte komt om zo'n zuil omver te halen. Ik heb zelf iets dergelijks ooit gedaan in Lelystad, al was het daar anders. Daar was een bestaand beeld van Lely, de naamgever van de stad. En die heb ik, daar heb ik eigenlijk een zuil onder gezet. En dat was het had de bedoeling om het modernistische falen, of het falen van het modernisme, moet je eigenlijk zeggen, in die stad. Dus Lelystad is een... is toch bedoeld geweest als de eerste echte utopische modernistische stad van Nederland. Nou, dat ging aan alle kanten mis. En om die reden functioneerde het centrum helemaal niet. En toen heb ik voorgesteld om bij wijze van iconoclasme daar een klassicistische zuil in het modernistische Lelystad onder het beeld van Lely te plaatsen. Het beeld is gemaakt door Piet Esser, die overigens later weer vond dat het er weer af moest. Maar uiteindelijk staat er een zuil van Lely met een hele mooie Lely van Marie Andres hier. Dit is een fenomeen wat je later in de jaren 80 veel voorkomt, het tegenmonument, het countermonument. Dus het idee is een beetje dat als er een monument is en dat monument is controversieel, dat je dan iets doet om dat gedachtegoed van dat monument te compenseren of daar kritiek op te hebben. Dus je zoekt naar een soort van tegengewicht. Dit is Hamburg. Het linker monument is een monument voor het 76e regiment. Dat is een groep soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Het beeld is nog door Hitler zelf onthuld. En dat beeld is natuurlijk controversieel geweest. Het heeft de Tweede Wereldoorlog overleefd en men wil het niet slopen. En om die reden is daar in de jaren 80 een tegenmonument aangezet. Dat is rechts, dat marmeren beeld. Ik weet niet of ik het kan zien, maar dat is maar een fragment. Het zijn allemaal, laten we zeggen, creperende mensen die een beeld van oorlogsslachtoffers zijn representeren. Ik heb daar toen, omdat ik las toen in de krant een artikeltje met de kop van Gegen Doemheid kämpfen Götter selbstvergebens. Het idee dat je dus het gedachtegoed van het ene met het andere zou kunnen compenseren is natuurlijk wel een beetje raar en misschien zelfs wel bizar. En ik heb toen voorgesteld om in het grasveldje daar midden een aardbeving te maken. Dus een monument, dat heette dan de Das Dritte Denkmal. En dat zou een aardbeving zijn die af en toe die grond liet schudden. Eigenlijk om te laten zien hoe absurd die situatie is. Nou, dit is een tegenmonument van Iswanto Hartono. Dat is opnieuw een beeld van Jan Pieterszoon Koen. Dit is in de Oude Kerk in Amsterdam, waarin hij een replica gemaakt heeft, of een afgietsel misschien wel, van Koen met een lont erin. Dus het beeld is gemaakt van kaarsvet en dat is gedurende de loop van de tentoonstelling afgebrand. Het is een soort van tegenmonument dat ik zelf gedaan heb in Groningen. U weet, Groningen, het land van gas en communisme. Daar heeft een ondernemer een beeld van Lenin in een loods eigenlijk per ongeluk gekocht. En ik heb gevraagd of ik het mocht lenen. En ik heb dat in het park gezet met 40 ton aardappelen eromheen. Met als gevolg dat iedereen naar Lening gingen gooien
En er is ongeveer een derde van de aarde met in fietstassen en tassen verdwenen. En dat ging als een maaltje mee naar huis. Waarbij ik vond dat het een mooi beeld gaf van hoe een revolutie in een soort van stage-achtige setting zou kunnen functioneren. Dit is een beeld van Arturo di Modica. Dat is een stier. Het heet Charging Bull en die stier die staat in Wall Street in New York. Dat is een beeld dat is er eigenlijk illegaal neergezet. Ik las daar de term guerrilla kunst voor. Maar het bijzondere van dit beeld is dat het enige, je zou kunnen zeggen, rechtse beeld is dat op die manier geplaatst is. Er is dus een man geweest, die Arturo di Modica, en die wilde tijdens de beurskracht van 1987 wilde die de handel, wilde die een hart onder de riem steken. En hij zei dus ook dat deze stier de strength and power van the American people representeert. Nou, daar is vorig jaar een beeldje tegen aangezet. Het heet Fearless Girl. En dat is een meisje en die neemt het op tegen de stier. Dus je leest dat beeld natuurlijk als de stier die is inmiddels representatief geworden voor de macho cultuur van Wall Street en die omgeving. Een beeld van het kapitalisme en daar staat dat meisje tegen op te nemen. En ze is om de dode dood niet bang voor die stier. Nou, blijkt dat het een actie is die is door een reclamebureau georganiseerd ten behoeve van een onderneming die op de Nasdaq aangemerkt staat als she. En vandaar ook dat er een bordje bij staat met she. Makes the difference waarin she in hoofdletters is. Dus het is een beursgenoteerd bedrijf die op die manier zichzelf wilde positioneren. Dit is een monument misschien niet vergeten was, maar wel deels in de vergetelheid aan het raken was in Park Sonsbeek in Arnhem. Ik was in 2008 gevraagd om aan die tentoonstelling de Sonsbeek nummer 10 mee te doen. En ik heb toen, ik wist niet wie dat was, dat bleek een monument te zijn van de beroemde fysicus Lorentz. En Lorentz was een bijzondere man, die heeft in 1902 de Nobelprijs voor de natuurkunde gekregen, omdat hij als het ware de deeltjestheorie, dus waar wij nu allemaal onze iPhones mee hebben, die heeft hij geconcipieerd. Hij heeft die theorie als het ware bedacht en in die periode speelde het feit dat het Higgs-deeltje gevonden zou gaan worden, de Large Hadron Collider, dat is dat apparaat links. Die is in CERN in Zwitserland gebouwd om dat deeltje te kunnen detecteren. En daarmee zou de deeltjestheorie zoals die bij Lorentz was begonnen geëindigd zijn. En ik raakte gefascineerd door die kop van die man. Dat is een beeld van Weckenbach. En ik dacht van ja, die man, het is zo'n rare schedel. Van hoe kan die hersenen die in die ene hersenpan zitten, hoe heeft dat zich nou in die loop van die tijd uitgedijd dat zo'n deeltjestheorie zo wereldomvattend en groot kan worden? En toen heb ik een aantal deskundigen, een aantal fysici gevraagd, waaronder professor Berends en Robert Dijkgraaf en Wim van Saarloos en nog twee mensen, om in kaart te brengen van hoe dat gedachtegoed wat in die ene hersenpan ontstaan was zich in de loop van de tijd over de wereld heeft uitgedijd. En zij zijn met een lijst van 142 namen gekomen waarvan zij zeiden, nou die zijn daar representatief voor. En toen is dat project in de Sonsbeek tentoonstelling opgestart, het heette Update. En de bedoeling was om Lorentz als het ware door de tijd heen te sleuren. Het beeld is uit 1931, dus door de tijd heen te sleuren en hem actueel te maken. Dus er is gedurende die 100 dagen van die tentoonstelling zijn die namen van al die andere wetenschappers in het monument gehakt. Het monument is gerestaureerd en uiteindelijk vorig jaar onthuld. Een proces overigens van
9 jaar, dus ik kan er ook wat van. Dit is een prachtig verhaal, want hier gaat het over de kwaliteit van een kunstenaar die door de staat eigenlijk... de staat probeert de kwaliteit van de kunstenaar over te nemen. Het is natuurlijk de fantastisch mooie, belangrijke, beroemde Endless Column, de eindeloze zeil van Brancusi. Hier staat hij in vol ornaat. En de communisten hebben in die tijd, in de tijd van Ceausescu, Brancusi was natuurlijk een beroemde Romeinse kunstenaar. En die had een soort van halfgoddelijke status. Hij was ongrijpbaar. Mensen bleven in hem geloven, ondanks dat er andere, de politieke krachten andere verhalen wilden horen. En toen hebben de communisten veel geprobeerd om zich deze zuil toe te eigenen. Dus ze hebben dus einde gemaakt bijvoorbeeld, met door een communistisch dingetje erop te maken. Nou, zo zijn er eindeloos veel van die communistische pogingen geweest om Brancusi tot zich te nemen. Dat lukte alsmaar niet. En toen hebben ze in mijn ogen, het is een afschuwelijk maar geniaal programma opgezet. Dat werd mij verteld door een academicus die daarmee bezig was in Boekarest. Door overal ontzettend lelijke, kleine, slecht gemaakte kopieën neer te zetten. Vanuit de gedachte dat als je maar overal die Brancusi tegenkomt in zo'n slechte staat en op zo'n lullere manier gemaakt en op zulke slechte plekken neergezet, dan ga je vanzelf een hekel eraan krijgen. Dus dat was een soort van redenering om via die weg uiteindelijk toch de status van Brancusi om zeep te helpen. Er wordt ook gezegd, dat vertelde diezelfde academicus, dat dit is het monument voor de revolutie van 89. Dat dit monument is door Iliescu zelf, dat was de opvolger natuurlijk van Ceausescu. En Iliescu was eigenlijk een soort van, ja, van uit hetzelfde hout gesneden. En Iliescu heeft destijds, om dit monument te kunnen maken, de kunstcommissie die daar zat, tijdelijk ontslagen. En die heeft dit werk, of dit monument laten bouwen. Toen het klaar was, heeft hij die kunstcommissie weer geïnstalleerd. En men zegt hier ook van dat het met opzet zo lelijk is gemaakt, dat mensen eigenlijk geen zin hebben om die revolutie te herinneren. Weet je, dat je moet ook een ding hebben waarvan je denkt van nou, dit is het waard om voor de nagedachtenis te werken. Kijk maar naar de discussie rond het Holocaustmonument in Berlijn destijds. Daar is jarenlang over gedebatteerd van hoe zo'n monument dan moet zijn om ook op een, zeg maar, waardige manier... ben ik nu al aan de tijd? Nou, heel snel. Dit is een beeld van Thorbecke. En Thorbecke staat in Amsterdam, daar moet hij niet staan, want hij mocht niet hij moest natuurlijk in Den Haag staan, mocht daar niet staan omdat koning Willem III een hekel aan hem had. Daar had hij een hele goede reden voor, want Thorbecke had de macht van de Oranjes afgenomen. Dus uit nood is toen dat beeld in Amsterdam neergezet. Met Spinoza is er iets dergelijks gebeurd. Die was natuurlijk de man van het vrije denken en de vrijheid van godsdienst. Die is Amsterdam uitgemieterd en in Den Haag terechtgekomen. En die heeft daar een monument gekregen. Nou, er was een paar jaar geleden een behoefte om zowel in Den Haag als in Amsterdam aan een nieuw Spinoza monument en een Thorbecke monument. Ik heb toen voorgesteld om ze maar te ruilen. Dus, hier zie je de Thorbecke richting Den Haag gaan en Spinoza richting... Nu komen we bij het interessantste stuk. Dat zijn allemaal dingen met die monumenten waarbij je iets doet om iets te veroorzaken. Maar het kan ook, en daar wordt het wat mij betreft ook van heus interessant, het kan ook zijn door gewoon van uit te gaan dat het denken en het herdenken een cultuur is. Je mag denken wat je wil. Dus als het collectieve geheugen op een bepaalde manier geprogrammeerd wordt, als mensen zelf het collectieve geheugen kunnen componeren, dan,
dan heeft dat monument daar maar aan te geloven. En dat zie je, of dat zag je, vorig jaar toen er een initiatief is geweest om ook de slachtoffers die in de zee, de Middellandse Zee onder andere, zijn omgekomen, oorlogsvluchtelingen uit Syrië, om die ook op 4 mei te herdenken. Toen is er een comité geweest die zei, nou dat doen we niet. Dus het is een raar fenomeen dat je, als je doden herdenkt, je denkt, nou die doden wel en ik mag niet aan die andere doden denken. Dus er is dus een soort van consensus over waar je wel en niet aan mag denken. Ik zal het toch heel snel doen. Dit is een monumentje in Soersel. Niemand kent Soersel. Soersel heeft een kasteel. En niemand wist en niemand weet waar dat monumentje voor dient. En ik heb toen een scenario, een schrijver gevraagd van wil je een geschiedenis schrijven over dat monumentje, zodat die stad daar ook iets aan heeft. Nou, dat is toen gebeurd. En deze man, dus een acteur, die heeft zich voorgedaan als een nazaat van dat verhaal. En die heeft uiteindelijk dat verhaal, de geschiedenis van dat monumentje in die stad neergezet. En tot op de dag van vandaag denkt men dat de geschiedenis van dat monumentje is. Dit is een opdracht geweest van de stad Rotterdam om een gastarbeidermonument te maken. Ik heb voorgesteld om het werk van Naum Gabow, dat een abstract werk, dus het eerste abstracte kunstwerk in de wereld. Dus een kunstwerk dat niks betekende. Dus dat een abstractie had. Dus voor het eerst dat er zo'n soort kunstwerk werd neergezet. Het werd op de Cold Single geplaatst vanuit een stedenbouwkundige reden. Er moest een soort van zigzag, dat kan je op deze foto heel goed zien. Dus het beeld had geen betekenis. En het beeld is hier in 1957 in perfecte staat en een aantal jaren geleden was het in deze staat. Het was dus drukke restauratie toe. Ik heb toen voorgesteld om het beeld te laten restaureren door restaurateurs uit gastarbeiderlanden, zodat het weer in goede conditie zou zijn en het te laten benoemen tot Nationaal Gastarbeidermonument. Dus hier ging het helemaal mis, want Leefbaar Rotterdam die wilde dat als dat beeld er zou komen of als we zo zouden gaan denken, dat er dan ook een beeld voor de verjaagde Rotterdammer zou moeten ontstaan. En dit is natuurlijk een voorbeeld van hoe een stad een kunstwerk wil of een monument wil om de geschiedenis als het ware in de doofpot te stoppen. Dus eigenlijk was het helemaal niet. Er werd wel een opdracht gegeven voor een gastarbeidermonument, maar eigenlijk was dat monument bedoeld om uiteindelijk niet meer over dat gastarbeiderschap in Rotterdam na te denken. Nou, dan komen we bij Van Heuts in het probleem. Vierland die heeft heel veel over verteld, dus ik ga er heel snel doorheen. Dus, hij werd de slachter van Atjeh genoemd en hij had de marechaussee opdracht gegeven om door het land te trekken en daar het Atjeh te ontdoen van de vijandelijke krachten. En dat hij vond ook dat veelal met sabel moest gebeuren, maar van man tot man gevechten, dus heel heldhaftig. Als een soort desperado's werden daar duizenden mensen afgeslacht. Ik kreeg desondanks, misschien wel dankzij dat, omdat we trots moesten zijn op de kolonie en zijn monument in 1935, meen ik. Nou, daar werd in de Provo-tijd al, of voor, dat werd zelfs in 19, bij de onthulling in 1935 was er al een zwaar protest, dat kwam uit de linkse hoek, uit de socialisten en de communisten. Die vonden dat helemaal geen goed idee. Dat waren vooral de, laat maar zeggen, wat je nu de VVD'ers zouden noemen, waar onder andere ook Beuningen en Kruller bij waren. Die vonden dat die wel een monument moest krijgen. En bij de onthulling, of vlak na de onthulling, werd het beeld al voor het eerste keer met rode verf besmeurd. Later deden de provo's dat ook. En werden allerlei protestacties geweest. Op een gegeven moment is zijn plaquette eraf gesloopt. En later ook zijn naam. En
In 2000 of in 1999 is het initiatief geweest om het monument voor Van Heuts om te dopen tot Indië-Nederland monument. Nou, Jan Kleingeld die heeft daar een kunsttoepassing bij gemaakt om dat duidelijk te maken. Het is, vind ik, een afschuwelijke verminking van het monument. Ik moest ook erg lachen toen ik las dat die kunstenaar Jan Kleingeld heet. Ik weet niet of die hier zit vanavond, maar ik vind het in ieder geval een hele vervelende toepassing. En dit is het plakketje dat achter op het monument staat. En daar staat op dat sommigen denken, of mensen denken, dat door velen wordt die verantwoordelijk gesteld voor een zwarte bladzijde in de koloniale geschiedenis. En dan denk ik van ja, wat doet zo'n monument? Wil dat nou dat ik aan die hele koloniale geschiedenis denk zonder dat stukje van Van Heuts, omdat het zwart is. Daar nog bijkomend van, ja, mag ik niet denken dat die hele koloniale geschiedenis een zwarte bladzijde is. Weet je, en daar denk ik dat een vorm van emancipatie nodig is. En wat je dus ziet, en dat zie je ook in Amerika nu heel sterk, is dat er een nieuw denken ontstaat. En dat denken dat strookt niet met het denken van een aantal jaren of een halve eeuw of een eeuw geleden. Daar zitten dus moeilijkheden. En wat je ziet is dat het standbeeld, zoals dat daar rechts staat, is het beeld van Columbus in Amerika. En rechts is een schandpaal in Porto in Portugal. Die nemen soms elkaars gedaante aan. Dus wat op een moment een standbeeld is, is op een ander moment een schandpaal. En ik vind het een goed idee om die schandpaal als concept, als denkmodel te introduceren in het omgaan met monumenten. Omdat ik denk dat het belangrijk is dat je als toeschouwer de ruimte moet krijgen om je gedachten op te maken. Je moet kunnen, een goed monument moet wat mij betreft je in staat stellen om te denken, om te herdenken in de zin van opnieuw erover denken. En die ruimte die is er vaak niet. En dat komt omdat monumenten altijd opgericht zijn, althans dit soort monumenten zijn altijd opgericht om als eretekens. Je moet iemand eren. En zolang je iemand moet eren voor iets dat hij goed gedaan heeft, dan valt dat mee. Maar als het eren voor iets dat later een wonddaad blijkt te zijn, nog steeds moet gebeuren, dan kan dat zich alleen maar in agressie omzetten. En ik denk dat op het moment dat je een schandpaal als denkmodel invoert. En ik vind ook dat als je nu de vergelijking ziet tussen die twee monumenten, dan zie je ook, ik heb hier een heleboel plaatjes van allemaal schandpalen, dan zie je ook dat er esthetisch gezien heel veel overeenkomsten zijn. Maar ik vind ook dat op het moment dat je de ruimte krijgt, dus een instrument hebt om niet alleen te eren, maar ook een instrument hebt om te onteren, dat daar tussen de ruimte zit om met geschiedenis om te gaan. En je in staat wordt gesteld om te denken en te herdenken. En ik denk dat een modern monument plaats moet. Dat moet niet een doctrine zijn wat mij betreft. Dat moet niet opnieuw een soort van één richting verhaal zijn waar je maar in moet geloven. Maar een modern monument moet je in staat stellen om na te denken en ook om na te blijven denken. En ik denk dat ten aanzien van die oude monumenten, als je daar het instrument schandpaal voor introduceert, dat die ruimte er gaat komen. Ik heb een heel ritje schandpalen hier achter elkaar gezet, zodat je kan zien ook dat het in de stedelijke zin, of stedenbouwkundige zin, min of meer vergelijkbare ruimte inneemt. En ik wil afsluiten met twee hele mooie voorbeelden, vind ik. Ik bedoel, hier, dit is een beeldje, dat heet de Comfort Woman, dat is in Seoul in Korea. En dat beeldje is een representatie van een troostmeisje. Dus een van de meisjes die in de Tweede Wereldoorlog
zich moest prostitueren voor de Japanse militair. En dat is een jarenlange strijd dat Korea en met name die groep mensen erkenning zoekt voor het feit dat zij misbruikt zijn. En de Japanse regering die wil dat niet erkennen en die heeft het een aantal decennia geleden zelfs uit hun geschiedenisboeken geschreven. Toen is er uit Korea voor de Japanse ambassade dit beeldje neergezet. Zij kijkt dus voortdurend naar de Japanse ambassade en zij wordt daar omarmd. En een aantal jaren geleden heeft Japan niet erkend dat zij die troostmeisjes misbruikt hebben, maar hebben een schadevergoeding beloofd op voorwaarde dat het beeldje zou verdwijnen. En de Koreaanse overheid of de stad, ik weet niet precies wie daar de macht heeft in dit geval, maar in ieder geval daar werd mee akkoord gegaan. Maar de bevolking pikte dat niet. En die heeft toen vervolgens overal waar ze maar konden van deze troostmeisjes neergezet. En ik vind het zo mooi dat hier je heel duidelijk kan zien dat een soort van een doctrine, een gedachtegoed dat je moet denken omdat bepaalde krachten in de samenleving zoveel macht hebben dat die vinden dat je dat moet denken, dat de bevolking zegt van ja, flikker maar op, je krijgt onze geschiedenis niet. Wij houden onze geschiedenis zelf en als jullie het weghalen dan laten we hem zelf wel zien. Dus zij is nu overal. Nou, en dit tot slot is in Guangzhou in China. Dat is een monument van Lady Wang en Qing Hui. En dan denk je, wie zijn dat? Nou, dat zijn niet twee mensen die vereerd worden, maar dat zijn twee mensen die onteerd worden. Dus zij zijn verantwoordelijk voor de dood van Hugh Fei. En Hugh Fei is een, zeg maar, een soort van held. En er is hier besloten om niet Hugh Fei als held te representeren, maar de mensen die verantwoordelijk zijn voor zijn dood. En dat monument is dus opgericht om het te schande te maken. En dat gebeurt dus ook volop. Dus er is een model geschapen waarin ook onteer een rol kan spelen. En ik stel voor, en ik hoop dat we vanavond daar ook over kunnen discussiëren, dat om diezelfde reden, dus het feit dat ik in de gelegenheid wil zijn, en ik hoop u ook, om na te denken over wie Van Heuts was en of ik hem wil eren of onteren aan mij is. En daarom moet hij wat mij betreft zijn naam en zijn plaketten terugkrijgen, zodat ik met dat geworstel van ook mijn verleden aan de slag kan. En vervolgens de gelegenheid krijgen om het een nationale schandpaal te noemen. Dus ik stel voor om Van Heuts voor degene die dat behoeft tot nationale schandpaal te verklaren. Ik dank u wel. Laten we allemaal gaan zitten. Willen mijn panelleden mij graag hier aan tafel toevoegen? Dank Vilan en Hans voor jullie lezingen. Wij zijn erg over tijd, dus laten we er wat vaart achter zetten. Heel kort even een zigzaggend voorstelrondje. Aan mijn rechterzijde zit Jeffrey Pondaag, activist, schrijver en voorzitter van Stichting Comité Nederlandse Ereschulden. Hij heeft met succes een aantal rechtszaken aangevoerd tegen de Nederlandse staat voor slachtoffers van de koloniale oorlog tegen Indonesië.
Aan mijn linkerzijde Esther Kaptein, senior onderzoeker en projectcoördinator van de deelstudie naar de Bersiab binnen het onderzoeksprogramma Decolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië van 1945 tot 1950. Zij is ook hoofdkenniscentrum aan de Hogeschool Amsterdam. Dan weerzichtlachend naar Irene de Kraan, kunsthistoricus, schrijver en artistiek directeur van Hotel Maria Kapel in Horen. Haar interesses richten zich voornamelijk op de vorming van het nationale zelfbeeld in discussies in Nederland over ras en vertelling van, van de koloniale geschiedenis. Dan weer aan mijn rechterzijde schrijver, presentator en journalist Adriaan van Dis. Behoeft waarschijnlijk geen introductie, maar u bent waarschijnlijk wel bekend met zijn vele boeken en geschriften die ook onder andere over Nederlands-Indië gaan. En naast Adriaan van Dis zit Abraham de Zwaan, emeritus universiteitshoogleraar sociale wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. En in 2015 verscheen zijn boek Compartimenten van Vernietiging over genocidale regimes en hun daders. Aan jullie allen is gevraagd een korte reactie te geven op de vraag hoe om te gaan met het koloniale monument en in het bijzonder het Van Heuts monument. Ik begin graag met Jeffrey Pondaar. Dank u wel. Voordat ik begin wil ik vragen, is er een Indonesiër in de zaal? Is er een Indonesiër in de zaal? Oké. Nou, ik ben dus een Indonesiër. En ik vertegenwoordig de slachtoffers van de misdaden die onder andere door, wat mij betreft, te lang door mevrouw Verloo is gepresenteerd. Want tot de dag van vandaag is het door. Want de rechtszaak die is tot de dag van vandaag nog door. Afgelopen 3 april was een rechtszaak. 9 april en 13 daarna komen er nog. Dus wat u gedaan hebt, is wat mij betreft schaamteloos. Echt en echt schaamteloos. Ik heb daar geen woorden voor. Het is gewoon vreselijk wat u die man probeert goed te praten. Stel u voor dat een Duitser Hitler goed zit te praten. Die heb de sociale voorzieningen uitgevonden, de AOW. Die wegen hebben ze gemaakt hier ook. Het is toch bespottelijk? Kijk. Misschien wil ik aan de tribune. Ik heb hier een paar foto's van Van Dalen. De opdrachtgever is Van Heuts. Kijk u maar wat daarin staat. Dus wat mij betreft heeft Nederland zijn eigen geschiedenis verdoezeld tot de dag van vandaag. En door die discussie is het nu eindelijk tot stand gekomen. Dat men wakker wordt. Niks voor niks. Dat de KITLV zogenaamd met de Indonesische historici 4,1 miljoen euro heeft gekregen om het onderzoek te doen. Je moet dus gaan praten met die mensen die daar hebben geleden. Je moet dus erheen gaan. Met de mensen van 82, 90, kinderen van 70. Waar ze hun vader moeten zien hoe ze worden vermoord. Nederland is arrogant. Een echt een arrogant land. Ze zijn dieven. Dieven zijn ze. Shell is daar begonnen. Unilever is daar begonnen. Vredestein, ga zomaar door. Hoe komen jullie bij? Hoe komen jullie bij aan die rijkdom die jullie hebben? Waar zijn jullie begonnen? Meneer Pondig, waar haalt Nederland het recht? Ik wil even opkomen voor mevrouw Pondig. Waar haalt Nederland het recht? Ik wacht met spanning waar dat naartoe gaat. Waar haalt Nederland het recht om een land die 18.000 kilometer ver ligt als Nederland bezit te beschouwen? Hoe komen ze erbij? Wij zijn onszelf. We hebben niemand nodig.
We hebben Borobudur al gebouwd. We hebben niemand nodig. Laat ons met rust. Maar je kunt dat niet op haar bord leggen. Nee, maar, nee, dat ook, moet je niet doen. Nee, maar luister. Nee, maar ik wil ook eerst maar luister, maar luister. Ik bedoel, mag ik hier op reageren? Als de korte reactie nu afgerond ja, is. Ja, dank u wel voor uw positie. Ga je gewoon even kort. Ja, ik heb niet goed gepraat. Ik laat mij hier niet framen als een pro van Heuts. Ik heb gezegd dat het de man en het verleden van Nederland, heel goed, daar gaan we nu nog even mee door. Dat de man en het verleden complex is en tegenstrijdig. En dat het nu een nieuw taboe aan het worden is om iets goeds te zeggen van de koloniale tijd. Ook van Heuts. Misschien kan ik het straks nog even voorlezen. Dat heb ik niet gehoord. Nee, jammer. Dat heeft u dan net gemist. Ik denk dat het goed is om het even te parkeren. Ik denk dat het duidelijk is dat Van Heuts een zeer omstreden figuur is, waar ook veel emoties worden losgemaakt. Ja. Ik wil graag even naar Esther Kaptein en jouw reactie op monumenten vandaag. Ten eerste, mijn achternaam is Captain. Captain, Engelse sorry. Achternaam. Ja. Wat ik wil zeggen over het monument van Van Heuts is dat ik het juist zo interessant vind. En volgens mij is dat ook wat Philan van der Loo heeft geprobeerd om aan te geven in haar betoog. Dat het vanaf het begin af aan al een omstreden monument was. Dus om daar een eendimensioneel etiket op te plakken van het is alleen maar een heldenverering. Van het monument vind ik het juist zo interessant dat het al voor de oprichting controversieel was. Niet iedereen was het daarmee eens. Er was ook verzet vanuit socialistische kringen. En vanaf het moment dat het is onthuld kun je ieder decennium zien dat er protesten zijn geweest. En ook rondom 2012, de hernoeming van het monument, waar ik overigens zelf geen voorstander van ben, omdat ik denk dat het daarmee het verleden ahistorisch, maar ook te simpel opvat. Ik denk juist dat je de complexiteit moet laten zien en dan inderdaad misschien, zoals Hans van Houwelingen zegt, laten zien wat het was. Maar dan ben ik heel erg voor om de context ook een plek te geven. Want dat wordt nu tijdelijk, wordt een monument beklad en dan wordt het weer weggehaald. Terwijl er ook genoeg voorbeelden zijn van monumenten in Nederland, maar ook in het buitenland, zoals bij het Vietnam War Memorial of bij Kamp Westerbork, dat alle reacties op een monument worden verzameld en dat die context wordt geplaatst in een soort herinneringscentrum. En dat kan ter plekke zijn, zoals in Washington bij het Vietnam Monument, of virtueel online in een soort herinneringscentrum zoals bij Kamp Westerbork gebeurt. En ik denk dat een monument is een interventie in een publieke ruimte. En ik denk dat het daarom heel goed is dat ze er zijn. En ook al vindt Hans van Houwelingen het ouderwets, maar ik pleit ook heel erg voor tegenbeelden. Omdat een monument altijd nog een afspiegeling is van een bepaalde machtsverhouding in de samenleving. Dus het is niet voor niks dat er vooral mannen met macht op de standbeelden tot nu toe te vinden zijn. En dat andere groepen veel minder een plek nemen in de openbare ruimte. Dus ik ben heel erg voor meer tegenbeelden. En daarmee ook juist het debat daarover, het respect daarover kunnen aangaan. En dan vind ik het ook goed, zoals meneer Pondaag zegt, dit is mijn standpunt, maar laten we daar dan met elkaar ook over in gesprek gaan. En dat allemaal bij elkaar, dat maakt volgens mij, dat is de functie van het monument. En dat is goed. Dus ik zou het ook niet weg willen halen. Dat vind ik juist niet. Dan ga ik nu over naar Irene de Kraan. Je hebt een enigszins andere positie, geloof ik. Ja, ik wil sowieso zeggen dat natuurlijk het ene monument het andere niet is. Ik werk in Horen en heb daar te maken met het monument van Koen. En ik denk dat de locatie en de manier waarop een monument wordt gebruikt natuurlijk altijd weer opnieuw bekeken moet worden. Het probleem wat ik met het monument van Koen in Horen heb is ook vooral hoe het wordt gebruikt als een soort van identificering van de stad. Dus op uitingen van de gemeente ook en toeristische uitingen zie je steeds weer dat beeld. Dus dat is zeer problematisch. En in dat geval zou ik echt wel zijn voor het in ieder geval verwijderen van die prominente positie, locatie die het heeft. Wat betreft het Heuts monument heeft het dus ook een hele andere locatie. Ik vind eigenlijk de aanpassingen die zijn gedaan zeer goed. Hè? Dus het verbreden van waar is het monument voor? En wat steeds met die monumenten de vraag is van moet het weg of moet het blijven? Het gaat steeds maar over die machtige mannen. En zo weinig over de slachtoffers die de heer Pondaag ook noemt. En dat vind ik dus ook vaak het gebrek in de discussie. Ja, dat het gaat niet alleen maar van
Dat er wordt gezegd dat als het weg wordt gehaald, dat we dan de geschiedenis vergeten. Maar de geschiedenis wordt ook al vergeten met dat het standbeeld er staat. Omdat dat is al een hele eenduidige interpretatie die altijd naar hand van die machtige mannen wordt gedaan. En vooral aan de witte Nederlandse mannen. Dus ik denk dat dat is ook een belangrijk iets om naar te kijken. Dus het gaat niet alleen over de naam van Heuts weer terug. Maar wat is er nog meer eventueel toe te voegen? Kort gereageerd, dat monument is nu niet opgedragen aan de slachtoffers van het kolonialisme. Dat monument is opgedragen aan het koloniale verleden, dus het kolonialisme. Juist. Uitgezonderd de zwarte bladzijde van Van Heus. En mijn stelling is dat er heel veel mensen zijn, ik denk dat Jeffrey daar een van is, die het hele kolonialisme, de hele kolonialiteit, een zwarte bladzijde vinden. Dus dat monument is nog steeds van dezelfde doctrine. Alleen het is zo politiek correct gemaakt dat het op nu in deze vorm het weer een poosje uithoudt. En ik vind het zelf heel interessant dat dat ook steeds verandert. Er zijn steeds weer nieuwe krachten en steeds weer vernielingen en steeds weer nieuwe gedachten. Het heeft nu 20 jaar gefunctioneerd als het monument in Nederland. Ik vind dat het nu tijd wordt om het weer het Van Heuts monument te laten zijn met die aantekeningen dat je het kan onteren. Nou, waarom moet het weer over die man gaan? Omdat dat een zwarte bladzijde in de geschiedenis is. En omdat hij dat monument in 1935 gekregen heeft. Het is hetzelfde als dat merk ik nu aan tafel. Niemand noemt het Indië-Nederland monument. Het heet het Van Heuts monument. Maar we praten niet meer over Van Heuts. Hetzelfde is met de zeil van Trajanus. Dus nu Peters erop staat, is het nog steeds de zeil van Trajanus. Ja, even verder, Hans. Adriaan van Dis. Ik ben een voorstander van een schandpaal, praatpaal, denkmaal, op zijn Duits, denk, usna. En dan zou je bijvoorbeeld het plein, het Kartiniplein kunnen noemen. Om een Indonesische feministe te noemen. En nog andere Indonesische helden. Mijn part komt er Sukarno-wei of een Ponke Prinsen. Die heeft nog helemaal geen straat in Nederland. Ik vind het ook prima als het generaal van Heutslaan in Baren Ponke Prinsenlaan wordt. En dan kan het café de generaal Café de Prins heten. Dus ook nog een. Kan ze nog omhoog? Uitstekend vind ik dat. Ja, nee, ik ben eens gaan natellen. Ik kwam op niet meer dan 20 generaal of van Heutslanen, van Heutsparken in Nederland. 25 Jan-Pieters van Koenstraten, pleinen, lanen, hofjes. En straks komt er nog één bij, een Urk. Ach. Michiel de Ruiter heeft 73, betrokken bij de slavenhandel. En ik ben dus bijvoorbeeld ook een voorstander van hier en daar wat veranderen. Ik vind gewoon 73 te veel. En ik vind dat al die bordjes schroef je eraf en die gaan allemaal naar Urk. Want ik wil van Urk eigenlijk maken een soort themapark waar alle negatieve dingen van Nederland. Zou de Urkers leuk vinden? Ja, nou ja, goed, luister nou. Maar dan krijgen ze ook de kankerstraat, de amputatiebrug, de kustlijn. Dus dan krijg je alles wat we niet willen hebben, komt daar. Maar ik wil wel bijvoorbeeld, en dat meen ik serieus, dat we toch bezig zijn. De Koentunnel, dat moet de Anton de Komtunnel gaan worden als het aan mij ligt. We hebben Tula, we hebben Boni, we hebben de Marons. Tula leidde slavenopstand in 1795 op Curaçao. Anton de Kom was een anticoloniale schrijver, bij slaven van Suriname, verzetstrijder. Een voorbeeldig man, stierf in Neuengamme. Boni, een verzetstrijder en guerrilla-leider. Zoon van een Nederlander en een tot slaaf gemaakte vrouw die zwanger werd en in de bossen wist haar zoon Boni mensen te trainen voor zijn strijd tegen de kolonisten. Dan hebben we de Marons. Een Maronpark kennen we niet en die andere namen komen ook niet voor in Nederland. Dus ik vind dat je niet de geschiedenis moet uitwissen. Natuurlijk moet er borden bij de boeven en het moet hufterproof, zoals in Parijs, gietijzeren borden met lekker veel uitleg, zodat alle hondenuitlaters en slenterende wandelaars de geschiedenis kunnen bijhouden. En soms zie je het weer opnieuw. Dus niet uitwissen, maar ook het verhaal erbij. En als er te veel is, een beetje uitwissen. Zodat ook de andere mensen aan bod komen. De slachtoffers. Bij jou trouwens ook nog eens eigenlijk dat Van Heuts. Misschien beter kan je het Vandalenmonument noemen met twee A's. Want dat was echt de grote schoft. Hè? Om de verantwoordelijkheid van Van Heuts. Nou, daar heb ik die foto's laten zien. Ja. Kortom, zoals altijd, ik ben voor en ik ben tegen. Dank u wel.
Tot slot, Abraham de Zaan. Ja. Ik wil proberen wat onderscheidingen aan te brengen. Het verleden is een ander land. Het verre verleden is een verre land. Ik denk eigenlijk dat in de tijd dat Pieter Schoon-Koen opereerde, niemand kritiek had. Jawel hoor. Heel veel kritiek. Ja. Heel veel kritiek. Laurens Reaal. Ach, die citaat heb ik niet bij de hand. Het werd afgekeurd. Kijk, je moet, de positie van die man was die van een drugshandelaar. Je had bewondering voor de rijkdom en je sprak schande over de manier waarop hij eraan gekomen was. Maar er was eigenlijk geen kritiek op het idee dat Nederland vreemde landen zou koloniseren. Er was geen kritiek op de slavernij. Er was een dominee hier, een dichter daar. Er was heel veel kritiek. Het was wel kritiek. Breder bespot de slavernij in de Spaanse Brabant. Maar men wou het niet zien. Het was ver, het was reçu. Er was ternauwernood debat. Kijk je naar de tijd van Van Heurt, je hebt Van der Loo heeft het gememoreerd. Er was een enorme discussie. Er waren pamfletten. Alles wat Van Heurt deed was bekend. En daar was echt sprake van een controversiële meningsvorming. Dat vind ik toch anders dan dat verre verleden. Waar de consensus volkomen verschillend was. Van Heurt is dichterbij, is meer omstreden. Ja, het gevolgen van, hè? Ja, ik bedoel, de knil, vergeet niet, die worden nog geëerd, hè? Ja, nog niet lang geleden. Daar zijn we het over eens. Ja, precies, dat is niet te geloven. Ik ben de voorstander van alsnog een proces aan te spannen, dat weet je. Maar er is een verschil in de actualiteit van de geschiedenis en de mate van controverse. En dan is Van Heurt in Nederland van toen veel controversiëler dan een Koen of een Stuyvesant in zijn tijd. In die zin is het, je kunt zeker wel tegenstemmen, maar is het een ander land? Dat is het eerste. Dus je kunt zeggen de actualiteit van een personage. Het tweede is, wat wordt ermee gedaan? Kijk, met Koen doet niemand niks, dat is een tunnel. Maar als daar morgen mensen gaan demonstreren en we willen terug naar Jan Pieterszoon Koen en we moeten alle, Serviërs het land uitgooien in naam van Koen, dan wordt Koen wat. Dan wordt hij actueel. Nu is hij dood. Of als de minister-president het heeft over de VOC-mentaliteit. Ja, zoiets. Bijvoorbeeld. Ja, precies. Dus dan wordt er iets met. Na die moordaanslag in Charlotte zijn in een aantal zuidelijke staten monumenten verwijderd. Maar met die monumenten werd iets gedaan. In naam van Lee en in naam van die zuidelijke generaals werden tot de dag van vandaag mensen geschoffeerd en vermoord en waren er aanslagen. Dus met die mensen wordt wat gedaan. Een Confederate flag is vandaag een schoffering van donkere mensen. Andere vlaggen waren toen misschien verwerpelijk, maar zijn nu vergeten. Dus ik ben voor een historische relativering. Wat actueler is, is dichterbij. En ik ben ervoor om te kijken wat mensen doen met zo'n naam of met zo'n monument. En dan in sommige gevallen, ik kon het niet helpen, maar ik juichte even toen een van die beelden werd omgetrokken. Dat net goed, en toen ze er tegen begonnen te trappen, vond ik het alweer vervelend. Maar ook al is die man, hoe lang dood? 150 jaar, 100 jaar. Er wordt nu, wordt die gebruikt, wordt die ingezet om mensen die nu leven te schofferen. Maar meneer Abraham, ik bedoel, de houding van de Nederlanders. Ja. VOC wordt gevierd. Wordt niet herdacht. Ja. Het is een verschil. Dan hè? Wordt er wat meer gedaan. Nee, maar het is een verschil. Ik bedoel, 400 jaar wordt het gevierd. Ik denk, hoezo gevierd? Ik bedoel, mag ik dit laten zien? Notabene, het Koningshuis. Die rijdt gewoon in zo'n ding. Ja.
Dus wat ik bedoel is die arrogantie en van... het is... Ja, dat zijn wij. Nee, dat ben ik met je eens. Zodra zo'n stuk verleden wordt opgediept om er iets mee te doen... en dat gebeurde ook toen Rutte het had over de VOC-mentaliteit... werd meteen uit alle hoeken... Balkenende het had over de VOC-mentaliteit... werd meteen uit alle hoeken gezegd... Nou, dat werd daartegen geprotesteerd en werd het geactualiseerd. Werd er iets mee gedaan. Als ergens een VOC-park was, of nee, dat is niet een goed voorbeeld, een VOC-laan. En niemand wist eigenlijk wat het betekende en het lag er daar min of meer als doodverleden. Zou het me niet kunnen schelen. Ik ben bang voor zuivering, daar heb ik een hekel aan. Maar als je begint, als de ander begint, dan ben ik bereid om terug te praten. Maar mijn bezwaar is de leiders van Nederland, die denken nog steeds koloniaal. Dat is mijn bezwaar. Ik bedoel, als minister-president zijn we terug... Ze denken meer nationaal. Je hoeft niet bang te zijn dat ze zich morgen melden in Indonesië. Nou ja, kijk maar naar Buma, wat Buma wil. Het is natuurlijk nationale zelfvergroting. Ja, maar goed... We zijn nu een stelletje slapjanussen en we moeten iets leren van die VOC. Ik bedoel, het zijn toch leiders die worden gevolgd door de onderdanen. Dat zijn de Nederlanders. Ja, ik niet hoor. Daar bent u niet mee eens? Nee, nou, de Nederlanders, u niet, ik ook niet. Dus nou, oké, okay. Daar zijn we over eens. Maar je begrijpt wat ik bedoel, of ik niet? Ik begrijp wat u bedoelt, okay. Maar die verontwaardiging moet plaats hebben in een denkmaal, in een herinneringsmonument. Ja. En het besproken wordt, zie je toch dat mensen bijzonder zich hechten aan het behoud van een Koentunnel, beeld, Jan Pietersonkoe mag voor mij blijven staan, maar ik vind dat je er best meer omheen kan vertellen. En als men het dan zo plotseling belangrijk vindt, dan vind ik dat toch ook een daad. Want het feit dat Urk zegt, wij gaan een Jan Pietersonkoestraat aanleggen, dat is gewoon lekker met de hak in het zand. Ja. Dus dan mogen wij best... Maar liever dat ze in een museum komen te zitten? Nee, maar Urk is al een museum. Dus dat gaat in een moment door. Als je dat beeld van Pietersonkoe bijvoorbeeld, dat het een museum... Ik vind dat je hem best voortdurend tegen mag komen. En dat je er, wijs van spreken, ook daar een soort... Ik weet het niet, maar daar hebben we net een geweldige, aardige, creatieve oplossingen. Ja. Misschien moet hij inderdaad wel 20 meter hoger op zo'n prachtige kolom van jou. Dat we er iets mee doen. Oh, misschien een museum houden het op Schiphol plaats. Ja, alles in musea en dan er nooit heen. En dan weten we het niet meer. Er is al een Van Huyts museum. Sorry? Er is al een Van Huyts museum. Het is klein... En het gaat vooral over het regiment van Van Huyts en de geschiedenis daarvan tot op heden. Het een sluit het ander niet uit. We hebben natuurlijk het Koloniaal Museum Bronbeek. Vorig weekend is er in Kopenhagen een monument onthuld. I am Queen Mary. De eerste keer ooit dat er een monument van een zwarte vrouw, een verzetstrijder, een 19e eeuwse verzetstrijder, in de Maagdeneilanden is onthuld. Dat is ook een countermonument, want dat zijn juist de stemmen. Ik hoor ook hier. Hè, het zijn meestal witte mannen van een bepaalde leeftijd, maar vrouwen, mensen van andere achtergronden worden dan niet vertegenwoordigd. En wat ik zo hoor, Hans, ik vraag eigenlijk ook aan jou, omdat er zoveel ambiguïteit heerst over zo'n monument en emotie en mensen die er wat van vinden, hoe krijg je dan mensen om dit als een schandpaal te zien? Het zal altijd diffuus blijven, nee? Gewoon doen. Want eigenlijk kan je zeggen, is het monument het al veelvuldig onteerd? Dat zit eigenlijk al in de biografie van het monument. Het gaat mij niet zozeer erom het ene feit dat een monument een schandpaal genoemd kan worden. Het gaat me erom dat we een instrument bedenken waarmee we met geschiedenis om kunnen gaan. En zowel de ene kant als de andere kant wat mij betreft. Het gaat om, en daar vind ik dat een hedendaags monument aan moet voldoen, het gaat om de mogelijkheid krijgen om te denken, te herdenken, na te denken, opnieuw na te denken. En ik vind dat al die uitingen van die manifestaties van een bepaald type gedachte leidt automatisch tot een tegenreactie.
Dat is zo werkt dat. En ik vind dat we nu toe zijn aan een ander concept. Een ander concept van monumenten maken en een ander concept van met monumenten omgaan. Dus het gaat maar niet zozeer om te zeggen, nou nu is dat een schandpaal en dan vervolgens weer datzelfde te genereren als waar het voor, tegen bedoeld was. Maar het gaat mij erom dat we een collectief, noem het maar, geheugen opkweken waarin die geschiedenis, ook al is die niet fris en ook al is die controversieel en ook al is die verwerpelijk en ook al kan de regering er niet voor, dat we die toch kunnen hanteren en dat we naar die geschiedenis kunnen kijken. Het gaat er eigenlijk om een middel om de geschiedenis transparant te maken zodat je ermee om kan. Ja, maar Hans, 70 jaar te laat. Ik bedoel, het is bewust juist niet in de Nederlandse geschiedenis. En daarom is het denk ik tijd nu, en nu, zeker nu deze discussie, want deze discussie die woedt echt over de hele wereld, kan je wel bijna zeggen. Is het nu tijd om daar ook goed mee om te gaan? Ik ben goed in, er is niet alleen alle vrije landen. Dat is maar een heel klein stukje. Ja. Kijk, er is een binnen het instituut een groot debat, ook een intensief debat en wat mij betreft ook een heel goed debat over in hoeverre westers denken over kunst en het opslaan in musea enzovoort gerelateerd is aan een koloniaal verleden. Nou, daar kan je van zeggen van, daar moet je stelling in nemen. Dat gebeurt nu ook veelal en daar gaat het meestal ook mis. Maar je kan ook zeggen, je maakt het transparant. Gaat het mis? Vertel eens. Nou, wat je vaak ziet is dat instituten die daaraan mee bezig zijn, grote moeite doen om hun eigen blazoen schoon te maken. Ja. En dat neemt af van. Dat is jouw interpretatie. Want je hebt het nu over Witte de Wit, voormalig Witte de Wit. Maar dat is jouw interpretatie. Ik denk dat het verstandiger zou zijn als een instituut die met deze thematiek bezig is, laat zien hoe die verbonden is met een koloniaal verleden. En als het programma er is op gericht om te decolonialiseren, zoals dat dan zo genoemd wordt, dan zie je allerlei programma's die precies binnen de doctrine van dat instituut vallen. En die instituten worden geleid door dezelfde witte mensen en dezelfde witte curatoren. En daar wordt dus een programma neergezet wat eigenlijk alleen maar een positiespel speelt. En ik zou het zo fijn vinden als ook daar een transparantie gaat komen. Zeggen, nou, we zijn nu een keer behept met een koloniaal verleden. En hoe ziet dat eruit? Er is geen Nederlands kunstinstituut, dat ook dat van jou niet, dat er aan kan ontkomen dat het te maken heeft met een koloniaal verleden. Dus laten we dat transparant maken. Laten we dat laten zien hoe dat zit. Weet je, daar gaat mij veel meer om dan dat het instituut zegt, nou, ik positioneer me zo en dat is een betere positie dan die van jou. Maar dan krijg je nog veel meer standbeelden. Ik vind het veel te weinig standbeelden in Nederland zijn. En veel te weinig bordjes, hier of die gewoon, of daar gewoon. Weet je, als wandelaar en flaneur door de geschiedenis dan. Ik vind dat in de Bijlmermeer zou je een prachtig standbeeld kunnen bouwen voor de Ghanese soldaten. Een geschiedenis die heel weinig mensen weten. Jonge mannen die zich konden vrijkopen als slaaf. En die in het KNIL gediend hebben, die hebben gevochten in de Aceh-oorlog. Honderden mannen. Er wonen veel Ghanese in de Bijlmermeer. Als je dat iemand vertelt van de Ghanese achtergrond, ik kijk hier verbaasd aan. Standbeeld. Ja, maar je moet geen monumenten maken op dezelfde manier als waar heel lang al meegemaakt is. Je moet een nieuw concept van monumenten. Ik ben met Jezus, hoe meer monumenten, hoe beter. Ik vind niks mooier dan het maken van een monument. Maar je moet een monument maken dat mensen in staat stelt om voortdurend na te denken. Een monument moet dilemma's blootleggen. Maar kan dat met bestaande monumenten waar er voor veel mensen bloed aan kleeft en leed? Ja. Is dat überhaupt mogelijk? Hoe ziet dat instrument van jou er dan uit? Nou, ik vind als ik voor het Van Heuts monument sta, dat ik ten eerste het recht moet hebben om te denken, het is het Van Heuts monument. En ik vind ook dat ding mij moet vertellen dat ik over die geschiedenis na mag denken op een manier die ik maar graag wil. Maar hoe stel je dat concreet voor? Ik fiets er heel vaak langs. Denk nooit aan Nederlands-Indië als ik er lang fiets. Denk aan Lex Mulder, met wie ik in de klas heb gezeten en die
in 68 daar een bom heeft gelegd. En die hartstikke trots was dat hij dat gedaan had. En ik was heel jaloers dat hij zo'n heldendaad durfde te verrichten. Al wist ik nauwelijks wie Van Heuts was. Ja. Dat is het enige waar ik aan denk. Nou, ik denk aan een constructie waarin ik Van Heuts nog ergens zie zweven. Zijn naam is er wel op, maar hij hangt er nog wel omheen. En iemand anders wil mij opdissen dat ik niet meer aan hem mag denken. En dat vind ik vervelend van dat monument. Maar er is toch geen gedachtenpolitie? Want dat vind ik juist ook de ruimte die we hebben bij monumenten. Op 4 mei worden we geacht te denken aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog met de verschillende groepen. En als iemand zegt, we mogen niet de mensen uit Syrië herdenken die als vluchteling hier zijn gekomen, staat het mij vrij om dat wel te doen. Nou ja, dat is natuurlijk ook de ruimte die we hebben. Ik ben het juist heel erg mee eens om en liefst in een collectieve zin een constructie te bedenken dat je kan nadenken, dat je zelf mag denken wat je wilt. Maar in collectieve zin, dat staat volgens mij haaks op de ruimte die je wil hebben om te mogen denken wat je wilt. Dus als je gaat collectieve zin wil gaan bepalen, dan ga je al voorschrijven. En dat is volgens mij wat je wilt. Nee, maar laat maar zeggen, als het aardt als individuele gedachte aarden in een collectief. En het zou een schandpaal achter een naam gaan krijgen, de Van Heuts schandpaal wat mij betreft, dan denk ik dat een goede ontwikkeling is. Dan schrijf je weer gedachten en oordelen en meningen voor. Ik ben verheugd over de betrokkenheid van mensen bij monumenten. Dat zag ik ook in je presentatie. Maar ik zou die uitnodiging zo breed mogelijk willen maken en zo tegenstrijdig mogelijk. Dat er het Van Heuts monument weer het Van Heuts monument wordt. Omdat dat een betrokkenheid afdwingt. En misschien onaangenaam. En misschien positief. Misschien sta ik daar anders dan een kleinzoon van een knilveteraan die daar gestorven is. Waar het mij om gaat is die preoccupatie met het idee dat een monument er alleen maar is om iemand te eren. Zo is het opgericht. Oude monumenten zijn op die reden opgericht. En zo vind ik dat je daar nu niet meer mee om hoeft te gaan. Dus wat mij betreft, ik wil graag denken, nou, het is aan mij om te eren, om te onteren. Ja. Maar het monument heeft nu een heel veel tegenstand, omdat het ook in het collectief bewustzijn of in het collectief geheugen is opgeslagen, dat monumenten er zijn alleen maar om te eren. En als je dat niet wil, dan krijg je dus problemen. Maar dan heb je de tegenmonumenten die er zijn. Ja, die had je, ja. En wat mij betreft heb je ze nog. Maar het nadeel van tegenmonumenten is dat ze vrijwel altijd tijdelijk zijn. Dus er is een monument dat een bepaalde doctrine in zich draagt, zou je kunnen zeggen. En dan is er een manifestatie, meestal van korte duur, die dan daartegen iets doet. Maar wat daartegen is, is nog steeds datgene waar het tegen bedoeld is nog steeds in stand. Ook al zegt het doet het een uitspraak daartegen. En zo ontstaat een dialoog. Maar overigens, de knil, wat zei je nou, de knil die daar overleden was? Er zijn knilveteranen. Ja, er zijn ook. Die knilveteranen is voor mij een andere lading. Dan voor u. Wat voor? Ja, dat zijn moordenaars. Oh. Ja, zo simpel is dat. Ik bedoel, die Van Heuts die heeft verdeel en heers politiek gedaan. Dus waarom denkt u nou dat er hier Indische mensen zijn? Waarom denkt u dat? Zomaar komen vliegen. U heeft daar vast een idee over. Ja, dat heb ik vast een idee over, dat weet ik. Ze zijn gewoon verraden ten aanzien van ons. Laten we eerlijk zijn. Wie zijn wij? Onze slachtoffers, die weten geen eens wanneer ze geboren zijn. U heeft het nu over de tijd van Van Heuts? Nog langer. Over de naoorlogstijd? Nee, nog over de Bessie-optijd? Over de Bessie-optijd? Vanaf Banda, Nera. Schijt eruit, man. Kom. Tot de dag van vandaag hebben we daar last van. Maar hoe is het dan mogelijk om aan een collectieve geschiedenis te doen? Wat jij voorstelt, als hier aan tafel de gemoederen al zo oplopen.
Nou, ik zie het toch heel simpel. Als je kunt zeggen dat een monument ervoor is om iemand te eren, en je kunt tegelijkertijd zeggen dat er ook monumenten zijn om mensen te onteren, als dat evenveel waarde heeft in hoe je met monumenten omgaat, dan heb je het instrument om te doen wat je wilt. Maar zo werkt het niet in de realiteit. Nee, zo werkt het nog niet, maar daarom doe ik die suggestie om dat te implementeren in hoe wij met het fenomeen monumenten omgaan. Als ik nu een monument zou maken, dan zou dat een monument zijn waar alle dilemma's in zichtbaar zijn. Mm. En dan pas maak je, vind ik, een monument. Ook de 100.000 Atjeërs die gestorven zijn, de Atjeërs. Ja, nou, dat is een lastige klus om dat te doen. En misschien en de vrouwen die bij het knulboog. Maar reken maar dat kan. Wij hoeven niet altijd vast te houden aan dat oude concept van een monument is in die constructie gemaakt en op die manier doet het zijn werk. Dat hoeft niet. We kunnen daar op een andere manier. En dan moet je een soort van intellectueel instrumentarium voor aanboren. Die wekker moet aan. Die maar klok. Ik heb moeite met uw verhaal van een collectieve geschiedenis. Want volgens mij bestaat die niet. Ja, volgens mij is er één verhaal en zijn er allerlei perspectieven die op dat verhaal mogelijk zijn. Ja. En het streven naar een collectieve geschiedenis staat voor mij haaks op de ruimte die je wil hebben in dat monument. Wat nou, u wilt ik bedoel realiseren. Precies zoals u het zegt. Ik bedoel, ik bedoel niet dat er één verhaal een collectief verhaal moet worden. Maar ik bedoel dat een monument zo geconstrueerd moet zijn dat al die verhalen van verschillende mensen daar een rol in kunnen spelen. Ik kijk er heel erg naar uit en ik vind daar ook een rol voor de kunst in zitten, omdat die de ruimte kunnen creëren daarvoor. Maar misschien kan het zelfs wel zo zijn dat eigenlijk in ten diepste onmogelijk is om iedereen daarin dezelfde ruimte te gunnen. Dus dat vind ik een dilemma. Kan dat? Dan onderschat je de kunst. Oké. Dat geeft veel hoop. Ik laat me graag overtuigen. Ja. Maar wat ik ermee wil zeggen. Waar het gelukt is. Ja, dan moet ik een heel verhaal uitleggen. Maar ik vind. Goed, ik een voorbeeld te geven. Het is mijn inkoppertje. Ik ben onder andere met Abraham de Zwaan en nog een paar mensen al een aantal jaren bezig met de UvA, de Universiteit van Amsterdam, om een monument op te richten voor Arie de Vroe. En Arie de Vroe was een wetenschapper, een fysisch antropoloog, die een held is. Hij heeft mensen gered, hij heeft Joden gered. In ieder geval de deportatie van Joden voorkomen door te joemelen met wetenschapsfraude te plegen. En dan ook nog eens een keer in een gebied wat nu volstrekt als object gezien wordt, namelijk rassenleer. Dus hij is een rassenkundige die wetenschapsfraude gepleegd heeft en daarmee heel veel mensen gered. Hij is dus de nazi's besodemieterd met hun eigen doctrine, zou je kunnen zeggen. Nou, dat is een pakket ingewikkeldheid en een pakket dilemma waar je als kunstenaar, denk ik, heel goed mee uit de voeten kunt. Omdat de kunst met name in staat is om met dilemma's om te gaan. Wetenschap kan niet met dilemma's omgaan, kunst wel. Er is één probleem van je voorbeeld van een welgeslaagd monument. Het is er niet. Ja. Het komt er niet, omdat het nieuwe college van bestuur, althans één persoon, de voorzitter, dat niet wil. Dus ja, dat is zo goed. Ja. Sinds wanneer heb je een voorzitter nodig om een stem? Je kunt toch ook buiten de universiteit om dat standbeeld maken? Of ben ik nou gek? Anarchistisch. Huh? Anarchistisch. Nee, gewoon met de pet rond, nu, vanavond. Dat lijkt me een heel goed idee. Ja. Nou, de eerste 100 euro leg ik ik heb hem nog gekend, en jij ook. Ja, nog weer heet. Ja, is dat de gids? Ja. Gidsredacteur. Ja. Nee, maar het is niet gezegd dat je daar dan meteen het allerbeste antwoord op kan vinden. Maar dat je je vanuit die conceptie met zo'n monument bezighoudt, is denk ik hedendaags. En daar moeten wij, vind ik, naartoe. En niet in die oude modellen van monumenten gaan zitten. Zeker als het gaat om monumenten die gemaakt moeten worden. En ik ben het met Jezus, hoe meer monumenten, hoe beter. Alles nog veel pijnlijker maken. Er is nog een ander monument, dat komt er wel. En dat is juist niet omstreden. Dat gaat over een zo zwaar beladen onderwerp, zo kort geleden is het zo controversieel,
dat het niet mogelijk is gebleken om dat ontwerp in de publieke discussie te brengen. Dat is het Nationaal Holocaustmonument. Dat is een initiatief geweest van het Auschwitz-comité. En ik persoonlijk begrijp heel goed dat je geen nee zegt tegen het Auschwitz-comité. Al heb ik er nee tegen gezegd. Met Hans samen in het openbaar. Dus daar heb je een voorbeeld van iets wat blijkbaar zo zwaar weegt. Hè, wat zo moreel beladen is. Dat die discussie die we zouden willen er niet komt. Het is gewoon te penibel. Ik spreek het even uit omdat het misschien wel het meest beladen verhaal over monumenten is wat op het ogenblik in deze stad leeft. En het kan weer geplaatst worden tegenover Van Heusch, waar we blijkbaar wel over kunnen praten. Omdat het 100 jaar geleden is, omdat het blijkbaar toch minder ons pakjan is. Ik verwar de discussie, maar dat doe ik niet. Ja, het is beladen. Je heeft het over het is minder beladen of meer beladen. Maar u kijkt dat alleen maar vanuit uw eigen perspectief. Nee, want ik zit hier met de heer Pondag naast. Die heeft volgens mij een andere visie op wat beladen is. Het is niet mijn perspectief. Ik hoor tot degene die het juist wel aan de orde hebben gesteld. Maar blijkbaar was het onmogelijk om daar nee tegen te zeggen. Dus ik bekijk het niet uit mijn... Ik was een van de neerzeggers. Ik heb misschien een wat meer algemenere vraag. Zijn monumenten het juiste middel om de geschiedenis te bevragen? Of hebben we daar veel betere instrumenten voor? Nou, leuke vraag. Ja. Het is wel het meest krankzinnige middel. Maar we horen net heel veel mensen fietsen er gewoon aan voorbij. Ja, nee, maar omdat je bijvoorbeeld al heel lang in die stad woont. Maar ik heb 7 jaar in Parijs gewoond en ik heb kolossale wandelingen gemaakt. En ik heb heel veel geschiedenis geleerd door die monumenten. En overal gelezen, hey, kijk, de muur. Hey, Parijs had vroeger een muur in de vorm van een hart. En kijk, hier staat nog een stukje. En hey, kijk, daar staan alle koninginnen van Frankrijk in het Jardin de Luxembourg. En hey, kijk, overal is geschiedenis en overal staat een verhaal bij. Ik vind dat erg leuk en ik vind het leuk om door een stad te wandelen. En denk ik, hey, hier heeft een schrijver gewoond. Hey, daar heeft een componist. Hey, Scarlatti op de Prinsengracht. Jammer dat je eigenlijk ook niet Locatelli. Een stukje muziek... Of Locatelli, neem ik niet kwalijk. Ja, overal hangt... Ik vind heel veel bordjes. We zijn er zo zuinig mee. Dat kost weer geld en dan moet je weer vragen. En dan worden die mensen die willen dat niet. En die willen ook geen Stolperstein. Die hele stad moet vol met Stolperstein. Ik loop godverdomme met een wandelstok en ik struikel graag over een Stolperstein. Nee, dus dat moet, ik ben voor herdenken en voor levendige monumenten. Ik ben dat ook. Ik ben een hele ouderwetse man, Hans. Maar, ja. Nee, maar ik vind dat ook. Maar dan mogen toch wel hedendaagse monumenten bij komen. Natuurlijk. Okay. Nee, dan zijn we beter. Dan zijn we, okay. En de zwevende Van Heusch, ik zie hem al. Waar ik me ik heb hetzelfde, misschien niet zoveel als jij, maar ik vind dat ook een fantastische bezigheid om die stad te lezen en dan ook de monumenten te lezen die er zijn. Ik heb me altijd verbaasd over, dat zie je veel in België, dat er een oorlogsmonument is voor 2 wereldoorlogen tegelijk. Weet je wel, dan staat dat monument is dan na de Eerste Wereldoorlog opgericht. Er staat een bordje 1418 en dan is er later nog. En dan is er later nog een bordje aangeschroefd van 4045. Het heeft 4 kanten en er is nog maar 3 oorlogen geweest. Ja, je komt er nog in, maak je geen zorgen. Maar je kan aan monumenten heel veel lezen. En omdat het zo'n krankzinnig fenomeen is, is het tegelijkertijd ook zo'n mooi fenomeen. Vind ik. Maar dan zou de betrokkenheid, dan zou er iets moeten gebeuren om die betrokkenheid te begroten. Want dan worden mensen nieuwsgierig. Dan gaan ze op onderzoek uit en worden er nieuwe vragen gesteld. En dan worden weer andere mensen boos en andere mensen weer niet. En dan gaat u samen met meneer Pondag de scholen langs. Ik wou nog even kijken, hoe gaat een land met, of een volk, weet ik veel, met zijn verleden om? Dat is natuurlijk het vak van de historici. En historici doen dat anders dan monumentenbouwers. Maar je moet die historici de ruimte geven om het materiaal te verzamelen, om daar een min of meer coherent beeld vol tegenstrijdigheden van te maken en dat dan aan de mensen voor te dragen. En dat was de principiële reden waarom ik even ingreep bij Van der Loot. Niet om Van der Loot te beschermen, die kan zichzelf heel goed beschermen, maar het vak van historici als scheppers van, herscheppers van het verleden. Dus die zijn, als het ware, de wegbereiders van de monumentenbouwers. Ben je het daarmee eens, Hans?
historici zijn we 70 Nou, jaar in de commissie die het Van Huis monument mogelijk maakte, ik weet niet hoeveel historici daarin zaten, maar daar zaten, dat was een comité, je hebt het ook verteld, dat was een enorme groep mensen met allerlei belangen. Dus was niet één belang, een historisch belang, dat was een, waarschijnlijk een politiek belang. Dat was een, laat maar zeggen, wat je nu VVD'ers zouden noemen, die waren erg voor een monument voor Van Huis, terwijl de socialisten en de communisten juist ver eroverheen gooiden, omdat ze het een schande vonden dat op die manier het kolonialisme verheerlijkt werd. Dus het is volgens mij ook niet aan de opdrachtgever om te zeggen van nou, dit is het en zo wordt het en zo zal het ook gaan. Het is een conglomeraat van allerlei krachten in die samenleving die zich op een gegeven moment bundelen en zeggen van nou, we gaan een monument maken en dan staat het er. En dan blijkt het te liegen als de pest, weet je. En dat... Ja, dat is een deel van hoe dat fenomeen werkt. En ik vind het als een reflectie van de wereld, vind ik het een fantastisch fenomeen. Maar het is toch ook belangrijk dat die krachten die ondervertegenwoordigd zijn geweest of onzichtbaar zijn geweest, dat ze juist nu wel. Absoluut, ik kan me heel goed voorstellen dat je om een goede reden monumenten maakt voor mensen die... Ook historische mensen die daarvoor een monument verdienen. Ik ben er alleen op tegen om het op dezelfde onnozele manier te doen zoals het daarvoor is gedaan. Toen wij met elkaar aan de telefoon... In de 19e eeuw heeft Leenhof, dezelfde man die het beeld van Thorbecke heeft gemaakt... heeft hij Pietersen Koen in Hoorn gemaakt vanuit het idee dat het doen een soort van representatie moest zijn van een zeeheld. En dat moest dan ook de middenstand... Precies. Dus ik vind wel dat we ook van het bouwen van monumenten moeten leren en een ander type monumenten moeten gaan verzinnen. Ja, Hans, daarom zeg ik. Nederland ding nog steeds koloniaal. Het is moeilijk hoor. Die knopje is moeilijk te draaien. Nederland is koloniaal. Dat is natuurlijk een prachtige koets. Ja. En daar is heel mooi op geschilderd. En daar gaat de koningin en Sinterklaas, weet ik veel. Allee, het is super, super Nederlands. Hè? Ja. En ik zou willen dat het bleef precies zoals het was. En dat we ook altijd ons daar nogal voor geneerden. Dat zou ik willen. Okay. Dus ik weet niet, misschien moest iemand er iets boven schrijven. Of moest opeens de koningin een mal hoedje krijgen. Maar ik wil het niet weg. Nee. Want jij zegt, dat zijn wij. Dat ben ik mee eens. Het zou mooi zijn als de Rijksvoorlichtingsdienst zou zeggen, nou, de koning die gaat in Prinsjesdag in een koets rijden met een sterk koloniale geschiedenis die niet oké is. Weet je, dan zou het zo dan aan de dijk zitten. En dat is precies die transparantie waar ik op uit ben. Ik vind gewoon dat je die koets moet laten bestaan. Maar eigenlijk zou de koning zelf moeten zitten. Ik zit nu in een ding dat niet deugt. Ja. Dat zou het mooiste zijn. Dat is het mooiste, ja. Maar dat gebeurt niet. Wat we zouden willen. Ja. Dat betekent dat je dus je verantwoordelijkheid neemt voor je verleden. Ja. En dat je een enge, rare koets hebt. Waar een enge, rare vent. Ja, maar Nederland heeft nog nooit haar verantwoordelijkheid genomen. En als je wat daar gebeurd is, hè? 350 jaar lang. Nog nooit. Tot de dag van vandaag. Indonesië is niet erkend 17 augustus 1945. Nog steeds 27 december. Omdat, als ze wel gaat zeg maar erkennen, dat betekent dat Nederland een soevereine staat heeft aangevallen. En een oorlogsrecht, is dat een oorlogsmisdaad. Maar zo is dat gewoon. Maar niemand weet dat. Dus die koets moet ook nog een hele mooie, fijne schildering van het portret van Ponke Prins hebben. Ja, dat lijkt me heel goed, ja. Misschien is het toch, als ik mag, Abraham die kaartte dat net al aan. Als het gaat om de toekomstige monumenten, dan is dat Holocaust monument dat aanstaande is toch wel een ding waarvan ik vind dat er op zo'n mens een hevig protest tegen moet komen. En wel om de volgende reden. Er is een comité, het Auschwitz-comité, die heeft letterlijk met handjeklap met Daniel Liebeskind een deal gemaakt van nou, we moeten een Holocaust-monument en we gaan dat op die manier doen, allemaal namen erop. Er is geen, ik ben bij de presentaties geweest, er is geen letter geschreven over de inhoud van dat monument. Er is geen debat geweest over wat dat monument zou moeten zijn, hoe het eruit moet zien, hoe het zou moeten werken, wie erbij betrokken is, hoe de geschiedenis werkt na zoveel jaar. Dat debat is er niet geweest. Ik ben bij de presentatie geweest. Ik heb een vraag gesteld hierover.
En toen kreeg ik het antwoord, wie zijn wij en wie bent u om Daniel Liebeskind de maat te nemen? En dan denk ik, als dat staat tegenover het feit dat er een enorm groot monument gaat komen, dat is echt een moloch, wat een enorme impact zal hebben op de stad, wat een enorme betekenis moet gaan genereren, dan vind ik het niet kunnen dat de stad Amsterdam hier in een stelling inneemt en zegt van nou, we faciliteren alleen maar de ruimte. Het Auschwitz-comité zegt we praten er niet over, want Daniel Liebeskind is zo'n belangrijke man. En dat vervolgens het treintje rolt en daar niemand, Van der Laan heeft het er hard voor gemaakt, en dan niemand het lef heeft om te zeggen van nou, we moeten toch ook eens een keer hierover gaan discussiëren. En dan kan het alsnog, wat mij betreft, uitkomen dat het ding van Daniel Liebeskind moet worden, hoewel ik dat zwaar betwijfel. Maar dat er in ieder geval een fatsoenlijke discussie en een transparantie is waarin die discussie kan plaatsvinden. Die vindt niet plaats. Dit gaat ook over geld dat de overheid en de stad erin gestoken heeft. Ik vind het echt beschamend, beschamend. En dat gaat over een nieuw monument dat er aan zit te komen. Wij zijn heel erg laat, dus ik vind het ook een goed moment, nu dat je het over transparantie en zaken open trekken en discussiëren hebt, om even naar het publiek te kijken of er vragen of reacties zijn. Jante Mosselman loopt rond met de microfoon. Ik heb de koloniale tijd meegemaakt, de Japanse bezettingstijd en de republikeinstijd. Maar wat ik mij afvraag is, we hebben niets aan monumenten als die niet in een context zitten. Nederland weet helemaal niets van de koloniale tijd. Dus ik bedoel, een Van Heuts heeft helemaal niets, zegt helemaal niets aan het Nederlandse publiek over de koloniale tijd. Ik denk dat er een koloniaal museum moet komen, waar de historie kan worden gezegd. Nederland kan niet meer al die honderdduizenden Indonesiërs enzovoorts die vermoord zijn in die 3,5 eeuw teruggeven. Maar ze kunnen wel erkennen, eindelijk, wat de koloniale tijd in de geschiedenis van Nederland is geweest. Dus ik denk dat het enige manier mensen als Van Heuts en zo uit te leggen, is een koloniaal museum op te richten om daar de geschiedenis te vertellen van het kolonialisme in Indonesië. Want Indonesië wordt nog steeds uitgebouwd. Dank u wel. Wil iemand hierop reageren? Museum Brombeek heeft regelmatig, het is het koloniaal museum Brombeek, heeft vaak exposities. Ja, maar het punt. En ook met het perspectief van Indonesië. Rare plek hoor. Ja. Dat is een rare plek. Ja? Ja. Wat maakt het raar? Nou, het is het rusthuis voor oud-knillers en voor anderen. Ja. Ik vind het heel militair. Ja. Dat is en, het ook. En het barst ook van allerlei standbeelden. Ja. Ik ben dus erg voor standbeelden, maar dit zijn allemaal standbeelden van mensen die met elkaar ruzie hebben. Ja. De jongenskampen, de meisjeskampen en dan weer daar en daar. En niemand wil maar iets gezamenlijk. Dat is toch exemplarisch van hoe in Nederland wordt gekeken naar de oorlogsherinneringen in dat Indië. Maar het is heel het is erg niet aan het knil van het is niet homogeen. Het is juist een strijd om de herinnering. Dus volgens mij is het een heel mooi voorbeeld van hoe wij er in Nederland Ja, maar als je een echt koloniaal museum is het verder dan Indië, dan is het ook Suriname, de Antillen. Ja. Dus de hele Nederlandse geschiedenis en de groei en al die slavengebouwen die we nog hebben in de stad, al die palmbomen, die geschiedenis moet verteld worden in een prachtig nieuw gebouw. Ja. Dat zou wat zijn. Daar zijn we denk ik allemaal voor. Dat zou wat zijn. Ja, dat was het tropenmuseum waarvan we de boekerij niet konden handhaven. En dat is natuurlijk onze toekomst. Door de bibliotheek van Alexandrië die heeft zich daarover ontfermd, 400.000 boeken. En zo zal het ook in de toekomst zijn. Europa verkrummelt, Nederland doet ze de deur dicht en uiteindelijk zal de wordende wereld het allemaal overnemen. Nou ja, het geeft wel aan hoe de overheid kijkt naar ons koloniaal erfgoed. Dat wordt niet belangrijk gevonden. En daar heeft meneer Pondag zeker een idee. Gelijk ook in. Ja. Dat de overheid niet een taak voor zichzelf ziet om dat erfgoed, wat voor ons iets zegt over onze geschiedenis, om dat te beschermen juist en inderdaad in de verkoop te doen. Ze gaan juist bagatelliseren. Ja. We hadden het in huis en nu niet meer. We hebben natuurlijk al die prachtige oplossingen. Nog een keer 100 euro, dat wordt een dure want ik denk dat als we het willen, dat we het zelf moeten doen. Dat je niet moet wachten op een regering. En dat kan hoor. Zo is het Rushdie-comité ontstaan.
op een avond toen niemand wat deed en met de pet rond. En dat Rushdie-comité, ja, even in de geschiedenis, was niet om de moslims apart te zetten, in tegendeel. Maar juist hen te betrekken bij het gesprek, toneelstukken te maken op teksten van Rushdie. Met jonge moslims, waar ik praatte van 1989 in het debat. En het werkte toen. En het was een gewoon klein initiatief van de mensen hier in de Bali. En zo kan je dat weer doen. Zo kunnen weer initiatieven ontstaan. En het begint als een fluistering. Het kan het effect hebben van een megafoon. Maar het moet wel gebeuren, het moet dan leven. Dus Hans, je hebt hier een prachtig initiatief genomen. We zitten hier weer, white privilege. Nou, het is niet voor niks dat Filan ook gevraagd hebben. Kijk, ik denk dat het nodig is om te debatteren en te constateren dat er een postkoloniale discussie moet plaatsvinden. Maar we moeten ook weten wat er in die geschiedenis is gebeurd. En die symposia, die moet ik nog tegenkomen, waarin het een hele avond over Koen gaat bijvoorbeeld. En ik vraag me af in hoeverre de Bali bereid zou zijn of andere instituten om een avond te hebben over een facet van die koloniale geschiedenis. En ik denk dat de cultuursector in die zin daar ook heel goed aan kan bijdragen. En wat me lichtelijk irriteert is dat de cultuursector er heel veel aan doet, maar meer, en ik heb net ook al gezegd, in de positionering van het instituut zelf. Van in hoeverre ben je wel of niet bewust van je eigen koloniale verleden. En dan maatregelen treffen om daar iets aan te doen. En dat vind ik jammer, omdat het. Ik vond het een fantastisch verhaal om te horen wat die man zoal heeft uitgesproken. En ik had ook, net als Jeffrey Pondaar, het idee van. Daar kan je zo over denken, maar daar kan je ook zo over denken. Maar het is precies wat je nodig hebt. Als je zo'n verhaal krijgt, dan kan je je mening daarop op grond. Nou ja, wat ik al zeg, van waar haalt Nederland het recht om een land die 18.000 kilometer per liaas deelt? Zit ze toch ook? Hoe komen ze daarbij? Ik bedoel, waar haal je dat in je hoofd? Dat, omdat we hele goede zeevaarders waren en heel veel dennenbomen hadden en die op masten konden bouwen. En zo, ja, de vikingen waren bezig en wij waren bezig. Ja, dat kan je in de geschiedenis zien. Nee, dat valt ook niet goed te praten. Nee. Maar Nederland was niet de enige. Ja, maar herken dat dan ook zo. Maar dat wordt niet erkend hier. Dat wordt gewoon niet erkend. Ik bedoel, het Rijksmuseum die doet net of het allemaal niks aan de hand is. Nou, het Rijksmuseum probeert juist dat debat aan te gaan. Door bordjes te verhangen, door nieuwe namen te geven, door een tentoonstelling over de slavernij te organiseren. Wel degelijk. Het is inderdaad een schatkamer waar roofkunst staat, maar over die roofkunst wordt nu gedebatteerd. En dan zal het nodige terug moeten. Ja, maar daar wordt ook over gesproken. Ik wil toch nog een pijnlijke opmerking maken. En dat is, kijk, we hebben even een voorbeeld gehad waar Korea Japan dwingend confronteert met zijn oorlogsverleden. Ja. Maar we zitten hier ook een beetje te praten zonder partner. Want Indonesië wil er niets van weten. Als het echt gaat om zwijgen, dan is daar natuurlijk een letterlijk doodse stilte. En dat bemoeilijkt ook de bewustwording. Er zit een zwijgende partner met nog andere lagen van verdriet en ellende en vernietiging. En dat maakt misschien de Nederlandse verantwoordelijkheid om een bewustwording van dat verleden te stimuleren nog groter. Maar we zouden misschien ook moeten zoeken naar een manier om met Indonesiërs daar verder over te praten. Eén ding. Ja? Ik denk als in Nederland Indonesië 17 augustus erkent, dan verandert de zaak hoor. En dan gaan ze ook over 1965 praten. Oh. Wie zegt het? Ik wil even het is wel naar geprobeerd. Het was een jij weet zijn naam nog, de man die geprobeerd. Een van de Indonesische opvolger van Suharto heeft geprobeerd dat allemaal open te gooien. Een van maar wacht even. Het zijn twee dingen. Ik vind het prima hoor. Nee, 1965 mag. Maar, het is slecht te bespreken. Dat mag. Maar vergeet niet dat het niet alleen Indonesië is. Nee. Precies. De Amerikanen, de Nederlanders, de Engelsen, ja?
Ja, nee, dat zei ik ook net. Precies. Je zegt de Nederlanders dit, de Nederlanders dat. De wereld heeft vuile handen gemaakt. En we zijn nu in een periode waarin we kennelijk anders gaan kijken naar onze geschiedenis. En anders gaan kijken naar kolonialisme. Ik woon hier al 50 jaar. Ja. Ik was 16 jaar toen ik hier kwam. Ja. Toen keek ik al anders hoor. Maar ik word niet geluisterd. Zo simpel is dat. Nee, maar je valt toch niet te ontkennen dat je nu steeds meer de stemmen van de gekoloniseerden hoort. Dat die gekoloniseerden zeggen, hé, wat is er eigenlijk met onze voorouders gebeurd? Dat is een debat en een stem die steeds duidelijker wordt. En het gaat niet alleen in Nederland. Lees Pankaj Mishra. Geweldige boeken geschreven over de gekoloniseerden, maar dan in dit geval in India. Die stem wordt steeds luider. Nog reagerend op wat... Nog eventjes naar het publiek, want we zijn echt al laat en ik zie daar een vraag. Ik wil even ingaan op ook onder andere 65, maar gewoon de hele lange geschiedenis. Omdat ik nog een beetje mis in de discussie over standbeelden, is dat er een continuïteit is. En ik bedoel nu niet de continuïteit van de koloniale gedachte van toen, dat het verleden nog doorwerkt. Ik bedoel heel actiever dat... volgens mij gaat het over wereldrijken die komen en gaan. En volgens mij is het wereldrijk, tenminste het Westen, die macht is er nog steeds. Dus ik denk dat de misschien wel hele praktische reden dat we nu nog steeds 2018 gaan praten over is het nou goed of fout. En dat we niet... Er is geen een hele abrupt einde geweest. Ja, eind jaren 40, 50, 60 brokkelde het oude concept koloniale rijken af. Maar er was een nieuwe, veel geraffineerdere vorm, denk ik, van neocolonialisme, waar we nu nog steeds mee te maken hebben. Waardoor we ook nu nog heel erg anti-koloniaal moeten denken. Ik denk alleen al aan al die conflicten wereldwijd. Dat is eigenlijk nog steeds veel van hetzelfde. Dus ik ben benieuwd. Mijn vraag is niet alleen iemand, maar ik ben benieuwd of we daar ook over na kunnen denken. Dat misschien een hele concrete en praktische reden is waarom het 70 jaar duurt voordat we er dus nog steeds eigenlijk niet over uit zijn. Moet iemand zich roepen? Esther Kaptein misschien. Captain, sorry. Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. En dat is ook wat ik probeerde te zeggen met hoe moeilijk het zou moeten zijn om één alomvattend monument of kunstwerk te vinden. Ik juich natuurlijk toe die kwestie die we hebben. Maar er zijn machtsverhoudingen en die zijn niet eerlijk verdeeld. Dus in dat opzicht denk ik ook dat wat we nu zien aan monumenten een reflectie is van hoe machtsverhoudingen tussen bepaalde bevolkingsgroepen zijn verdeeld. Dus ik denk dat dat klopt en dat we daar ontzettend veel aan kunnen doen en moeten doen om dat te doorbreken en ook heel erg onszelf moeten herprogrammeren. En ik denk, wat meneer Van Dis ook zegt, dat we daar te laat, meneer Pondaar ook, maar dat nu gaande is. En het grote verschil is dat ik denk dat dit debat altijd al is gevoerd, maar binnen een kleine groep van belanghebbenden. En dat wat we nu zien is dat het ook echt mainstream debat is geworden. En dat vind ik gewoon een winstpunt. En ook ontzettend interessant dat dat nu gebeurt vanuit verschillende hoeken. Dat je ziet dat activisme ook mainstream wordt. En dat kan ik alleen maar toejuichen. Dat vind ik echt een pluspunt. Ja. Als ik nou even mag reageren. Het jammer is dat de politiek daar gewoon onverschillig mee om is gegaan. Het kabinet is gevormd. Als je ziet wat de CDA doet, wat D66 wil, die komt gewoon niet. Ik wil eigenlijk meer geschiedenis zeg maar op scholen, maar CDA wil juist niet. Het is ongelooflijk dat een christelijke partij zo kan denken. Alle ellende dus begonnen met het christendom. Ja, dus. Nou, niet alle ellende. Nou, luister eens. Nederland is in het grootste moslimland ter wereld meer dan 6000 kerken gebouwd. En nooit gevraagd of het schikt. Nou hebben we 500 moskeeën in heel Nederland piept. Tja. Ja. Nou ja, ik hoop dat de politiek nu hoort. Dat ze daar misschien wel serieus mee omgaat. Ik heb hier een laatste opmerking. Ja? Ja, nou, ook nog even over dat het concept en wat u zei over die macht. U hebt het over de mainstream activisten. Het zou mooi zijn als dat echt mainstream wordt. Maar ik ben bang nog dat het geen mainstream is. En dat we inderdaad zo in dat machtenspel. En
zitten. En dan is mijn angst, dus als we dus met heel veel tegenbeelden komen, dat het ongelooflijk vrijblijvend wordt. En dan gebeurt er helemaal niets. En dat wil ik nog toevoegen. Ik ben daar ook bang voor. Oh, ik geloof bij de kracht van de kunst. En informatie en betrokkenheid en tegenstrijdige meningen. Ik denk dat onze tijd hier helaas ten einde is, maar we kunnen het gesprek natuurlijk in de bar voortzetten. Ik wil alle paneleden hier bedanken. Aan mijn linkerzijde Esther Captain, Adriaan van Dis, Abraham de Zwaan, Filan van der Loo, Hans van Houwelingen, Irene de Kraan en Jeffrey Pondaag. Jij hebt nog iets dat je wil zeggen, zie ik. Ik zou tot slot toch willen peilen wie er van ons allen bereid is om vanaf nu het Van Heusch Monument een nationale schandpaal te noemen. Het publiek? Is het 50-50? Ja, je ziet het. Een denkmaal. Een denkmaal. Ik wil best van Heusch het te schande zetten, maar dat is te eenvoudig. Want misschien was mijn overgrootvader er ook wel. Dan moet ik nog even nagaan. Denk nogmaals. Nog heel snel één opmerking dan, voordat we afsluiten. Ja, over het Van Heusch Monument. We hadden in Amsterdam al eerder een tegenmonument dan Van Heusch Monument zelf. Want de socialisten in de gemeenteraad zeiden, als Van Heusch een monument krijgt, dan willen wij Domela Nieuwenhuis. Ja. Die staat sinds eind jaren 20 buiten de Haarlemmerpoort. Dus die discussie... Dat is door Paulette gemaakt, hè? Huh? Paulette heeft dat gemaakt. Ja. Ja. Maar dat is, tot hun eigen verbazing kregen de socialisten dus al een tegenmonument voordat in 1935 dit op bij de Alpommerlaan werd. Het cynische is wel dat Paulette uiteindelijk sympathie voor de nazi's kreeg. Dus dat... Dus je ziet maar. Goed, dan zetten wij het debat straks verder. Dank u wel voor uw komst. Mens.